Welkom allemaal, mooi dat u er bent. Ik ga een hele korte inleiding houden, hè, want dan kunnen onze beide gasten, Lucas Meijs en Wanneke Rosa, die kunnen aan de gang. Dit hele verhaal heeft nogal een lange geschiedenis. Ik zei net al tegen de week, dus we waren vorig jaar februari al aan het praten over de mogelijkheden die er waren om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk wat minder afhankelijk wordt van subsidies. Hè, dat de verschillende paden waar je je geld vandaan haalt, dat wat breder wordt. En nou ja, iedereen zal wel merken dat die uitdaging de komende tijd, dat is al zwaar, maar dat wordt alleen nog maar zwaarder de komende jaren. Dus ik ben heel blij dat de Erasmus Universiteit, ons eigen kennisinstituut hier in de achtertuin van Prins Alexander, ik bedoel, het ligt tegen Kralingse Veer aan, Kralingse Veer is van ons. Dus de Erasmus is ook van ons, zullen we maar zeggen. Nou, er zit een fantastisch instituut voor vrijwilligerswerk, Lucas en Wanneke die werken daar. Ik heb altijd erg veel plezier van gehad en ik ben heel blij dat de wijkbus de subsidieaanvraag heeft kunnen doen om Lonneke en Lucas hier een voordracht te kunnen laten houden. Het is niet deze ene voordracht, het is in ieder geval voor Wion en voor de wijkbus en eventueel als Prinshof dat ook wil, een traject om te komen tot een weloverwogen plan om je minder afhankelijk te maken van één of meerdere subsidiestromen. Dus ik hoop dat de vuistregel van heb er minimaal 5 en zorg dat er geen enkele groter is dan 30%. Dat die vuistregel langskomt en dat er dan ook nog wat leuke... Hoeft niet meer, hè? Dat er wat leuke suggesties komen over hoe je dat kunt gaan doen. Nou zou je dat iedereen kunnen laten vertellen. Waarom ik Lucas en Lonneke heb gevraagd is omdat zij niet alleen maar dat economische plaatje kunnen doen, dat financiële plaatje kunnen doen, maar ook kunnen vertellen wat dat betekent voor je vrijwilligers. Ja, dat je niet alles kunt met elke organisatie en dat er soms keuzes gemaakt moeten worden in waar je je financiering vandaan haalt, die bepalen wat je wel of niet kunt doen. Nou, wat mij betreft is het. Ik weet niet wie ik het woord moet geven. Als jullie jezelf nog even kort voorstellen, dan goed. Nou, ik ben Lonneke Rosa. Ik werk al bijna 5 jaar voor Lucas. Ik doe onderzoek voor Lucas aan de Erasmus Universiteit. Ik heb zelf bedrijfskunde daar gedaan. En toen heb ik mijn scriptie geschreven over de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en wat bedrijven daaraan hebben aan vrijwilligerswerk. En daarna ben ik voor Lucas gaan werken op allerlei thema's rondom vrijwilligerswerk. Onder andere, wat de meesten wel kennen, waarschijnlijk maatschappelijke stages, wetsvoorstel voor geschreven, heb ik mee aan meegeholpen. En ik doe sinds 2,5, 3 jaar een promotieonderzoek naar maatschappelijk betrokken ondernemen. Dus als non-profit organisaties zoals jullie organisatie samenwerken met bedrijven en wat eruit kan komen. Dus dat krijgen we misschien ook nog een beetje in mee straks. Je weet niet van alles. Zullen we even een rondje maken en dan... jou kent iedereen denk ik wel. Dat is verbond tot ons. Ja. Ik weet het, ja. Wat doe je eraan? Milje Kruis, actieve bewoner in Rotterdam. En daarnaast werk ik bij het Landelijk Samenwerkingsverband actieve bewoners en begeleid ik bewoners die wijkondernemingen opzetten. Dus ik weet veel van vrienden. Ik ben Remco Brentes, ik zit hier in mijn rol als bestuurslid van de bewonersvereniging Prinshof. En wij zijn dus wij draaien een ontmoetingscentrum voor ouderen en verstandelijk gehandicapten hier eigenlijk. Samen met al een aantal sociale partners waar op dit moment wat beweging in zijn in die markt. Dus vandaar ook ons vraagstuk van hoe kunnen we dit nou gaan borgen om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. En je bent het broertje van Michael? Ik ben het broertje van Michael, ja. Dankjewel. Elske Ruud, ik ben ook hier in hoedanigheid. Ik ga het ook maar even zo doen. Och, want dan was ik vanavond. Hè? Als een miep van mezelf, ja. Als ondersteuner van het bestuur van de bewonersvereniging van Prinshof. Want dat doe ik al voor 4 uur in de week. Want ik ben al 9 jaar betrokken bij Prinshof. Ik ben een hele start van de ontwikkeling. Als ik voor 20 wil werken voor de ontwikkeling van Prinshof. Ik ben ook mooi en we komen weer een nieuwe tijd. Het is natuurlijk mooi om te kijken. Zo, ik heb ook een andere manier om te kijken. Oké, spannend. Ja, ik ben hier in de kwaliteit van penningmeester van de wijkbus Prins Alexander. Daartoe ben ik aangezet, oftewel bijgelapt door mijn broertje, die is vrijwilliger chauffeur. Dat is een klassieke vorm van vrijwilligerswerven. Ik zeg tegen de voorzitter, dan moet je mijn broer
boeren vragen, want die kan ook wel. En zo is het gekomen. En zo zal het blijven, ja, ik snap het. Hij spijt wat dan. Mijn naam is Paul Koten, ik werk als vrijwilliger bij de Wijkbus, als chauffeur, indeler, PR, fondsenwerving en sponsoring. Oké. Ik ben Fred Buitelaar, ik ben de voorzitter van de Wijkbus. Wij proberen met z'n drieën als bestuur de stichting gaande en draaiende te houden. En ook financieel proberen daar voldoende middelen te krijgen om continuïteit in de stichting te waarborgen. Mm-hmm. En dat zijn vast van plan. En zelfstandigheid, ja. Patrick van den Nabelen, voorzitter van korfbalvereniging Dion. En sinds kort Sportplusvereniging, en in combinatie met het Sportpunt Ommoord herbergen wij op de accommodatie naar diverse sportverenigingen en ja, ruimtes ter beschikking te stellen. En het aangaan van de samenwerking met de sociale partners in de regio, de oude deelgemeente. Oké. Ik ben Lucas Meijs. Hoogleraar hier aan de Erasmus Universiteit. Eerst rondom het thema vrijwilligerswerk. Daar heb ik een proefstuk over geschreven in de jaren 90. En in de jaren 90 heb ik ook een jaar of 8 hier in het Lage Land gewoond. Eerst als student, Jacob van Kampenplein. En daarna die flats daarachter. Tot op een gegeven moment de oudste begon te verlangen naar een tuin. En wij ook. Toen zijn we verhuisd naar Capelle. Waar ik 5 jaar voorzitter ben geweest van Henrik van Halenwijn. Ja, dat had je ondertussen al begrepen. Ik begon al voor herkenning. Ja, wat ik ging doen vanavond. Ja, ik snap het. We hadden Hester wel mee kunnen nemen, maar goed. Dat is 1. 2. We doen onderzoek naar alles wat te maken heeft met het werken met vrijwilligers. Van oorsprong. En steeds meer wat algemeen. Hoe functioneert dat in dit soort organisaties? Dus de onderzoek naar alles wat je zou moeten noemen non-profit sector. Maar dan wel als het een beetje klein is. We doen hier geen ziekenhuizen, geen musea, maar gewoon organisaties van burgers. Dat is een beetje het specialisme. Ik ben lid van de RMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Daar heb ik veel lol mee. Het gaat over diversiteit in de samenleving en meer van dat soort dingen. Vandaag gaan we maar eens een beetje doorlopen. Het is altijd ingewikkeld. Waar te beginnen enzovoort. En breek gewoon in, want ik les echt wel 3,5 uur door. Als u dat wilt. Ook zonder koffie. Maar daar mogen we wel heen en weer kletsen. We hebben... in al onze wijsheid 3 avonden, we moesten dus die tafels blijven. Hè? 3 avonden afgesproken. Vanavond, waar we het beginnen eigenlijk met, wat was nou je strategie als je praat over geld? Okay. En over de financiering. Waar wil je zijn over 5 of 10 jaar? En wat voor dingen zitten daar nou in en hoe denk je daarover? Want we gaan naar planning volgende keer. En naar uitvoering. Jullie krijgen aan het eind van vanavond een beetje huiswerk mee. Om met elkaar of met je bestuur of met anderen te bespreken. Niet als een soort tentamen, maar wel om te kijken van hoe kom je nou verder... in wat je aan het doen bent. We hebben echt niet de antwoorden in huis. Want iedereen is nu naar hetzelfde op zoek. Hè? We zitten echt weer in zo'n verandering van oude financieringstromen, subsidie naar nieuwe financieringstromen, bedrijfsleven, wat dan ook. Als we praten met mensen in het veld, krijgt iedereen het advies, ga naar het bedrijfsleven toe. Zoals 8 jaar geleden als je zei van doe iets aan bedrijven. Oh ja, de Rabobank. Als je de gemeente opbelt, de subsidie wordt geschrapt, nou ga eens met de Rabobank praten. Dat is ook zo'n automatisme. En wat we eigenlijk willen in deze 3 slagen is een beetje kijken achter die automatisme. Maar vooral ook, Rolf zet er een beetje aan, ook praten met van ja, en hoe ziet nou een gezonde financieringsportfolio eruit? Wat is nou een gezonde combinatie van allerlei dingen waarmee je jezelf financiert? Hoe belangrijk zijn er eigen inkomsten in, wat betekent dat? Etcetera, etcetera. Als het vaag is, ja dat kan. We krijgen het vanzelf wel concreter. Vandaag is een beetje de grote vraag, wat voor organisatie ben je, wat is je doelstelling, hoe groot ben je, gewoon maar eens met elkaar heen en weer praten en wat het betekent. Als je een grote organisatie bent met beroepskrachten, is voor je financiën weer totaal anders dan een organisatie zonder beroepskrachten. Eigenlijk zodra je de eerste beroepskracht introduceert, zit je in een soort structurele financiering te zoeken. En is de noodzaak om duurzaam te zijn financieel veel groter, terwijl als je alleen maar vrijwilligers hebt, ben je misschien wel heel duurzaam dat je gewoon altijd door kan gaan. Alleen financieel is er voortdurend een klein probleempje. Maar heb je dat geld even nodig? Wat ga je ervoor gebruiken? Hoe belangrijk is geld? Kan je er iets anders voor vragen? Hoe werken al die dingen? Wat is eigenlijk de omvang? Heb je de reserve? En wat is de omvang en hoe groot mag die zijn? Je hebt geld op de bank.
En als je geld op de bank hebt, dan wordt de gemeente daar meestal heel zenuwachtig van. Als je veel geld op de bank hebt, dan worden particuliere donors daar heel zenuwachtig van. Ik vind dat niet kunnen. Hoe lang kan je vooruit zonder dat je inkomsten krijgt? Enig idee, hoe lang kun je er vooruit? Zodat je inkomsten hebt? Als het echt morgen dichtvalt? Een jaar. Ja. Ja. Als je maar rust verkopen en dan een jaar. Dan krijg je even een zeven. Nou ja, ik had er al 8 van jou opgekregen. Ja, ik begrijp het. Dus wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet niet, ik zou nu bijna geneigd zijn om te zeggen van nou, dan gaat Prins Hof nog wel even door, want wij hebben een hoop van die partners die nog wel van kunnen staan. Dat is in de financiering van Prins Hof dat wel geregeld is. Woonstad heeft bijvoorbeeld erg veel belang bij dat Prins Hof in Chalderon koopt, dat is een ontmoetingscentrum. Hmm. Dus die doen ze nu al. Die staan nu al garant voor het tekort. Maar ook daar zitten grenzen. En jullie hebben ook een aantal partners uit de zorg, hè? Ja, samenwerkingsverband Laurens, Haarmeijer en Wanstad. Hmm. Dus, wij zijn in de WMO en ook in, voor een deel in financiering al, zeg maar, natuurlijk over nu geweest, zeg maar, de afgelopen jaren. Maar ook daar merk je dat dat gat in. Dat nu worden bezuinigd in onze zorg. En dreigen de zorgpartijen misschien niet eens mee te kunnen doen. In ieder geval niet in garanties voor wat ze zouden kunnen leveren, wat ze doen. Nou, ik denk dat dat wel, zeg maar, de werkelijkheid van de komende 10, 15 jaar is, dat het voortdurend verandert. Ja, weet je, dat denk ik ook. Gewoon een werkelijkheid van deze organisaties, tenzij je veel geld op de bank hebt, ben je gewoon altijd op zoek. Punt. Dat is Peter Drucker, zo'n beroemde guru van organisaties, keer gezet. Er is geen enkele organisatie zo geobsedeerd met geld als een non-profit. Ze hebben altijd te weinig. Dat is natuurlijk wel gewoon gelijk. Boom. Nee, wat dat betreft. Nieuwe kansen. Ja. Leuk is wel dat we nu inderdaad het gevoel van dat de overheid een structurele financier is, met z'n allen langzamerhand wel kwijtgeraakt zijn. Oké? Okay. Dat is sowieso wel. Nou ja, laten we even kijken. Vraag 1 is een beetje, en af en toe hebben we het college, van wat voor soort organisatie zijn jullie? En er zijn als het ware 3 type organisaties. En een van de redenen waarom we dat willen neerleggen, is ook wel omdat die andere financieringsbronnen als automatisme hebben. En als achtergrond. En de eerste is de zogenaamde Mutual Support Mutual Benefit. Dus een van de weinige Engelse dingen die erop staat. Waar clubs bij elkaar komen, zeg maar zoals een sportvereniging, die iets samen met elkaar delen. Dus het kan zijn dat ze allemaal poegs verzamelen. Of postzegels, of van voetballen houden, of anonieme alcoholisten zijn. Of de Vereniging van Ouderen in Amerika, of van scouting doen. Dus in ieder geval mensen die bij elkaar komen, omdat ze iets met elkaar delen, herkennen. En het is een voor ons door onze organisatie. Betekent dat de financiering ook eigenlijk van een heel groot gedeelte uit het voor ons door ons gebeuren zou moeten komen. Deze organisaties hebben heel vaak wel een overheidsfinanciering of een financiering van anderen. Maar het is wel spannend. Want eigenlijk doe je alleen maar iets voor jezelf. Ja, jullie sportvereniging, met veel gehandicapte componenten eraan, daar kun je alle andere dingen op construeren, maar het is spannend. Ik kan een voorbeeld geven. De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Die hebben met elkaar vinden ze dat ze toch eigenlijk wel gewoon 4 verschillende organisaties zouden moeten zijn. Je bent blind geboren, je wordt blind vanwege een ongeluk, je wordt slopend blind ergens tussen je 20ste en je 40ste, of je wordt heel langzaam slopend blind na je 80ste vanwege suikerziekte. Zij zeggen dat zijn 4 verschillende organisaties. Nou, er was ooit een tijd dat we daarom 4 keer een hoofdkantoor financierden. En nu zie je dat een buitenkant financier iets heeft van, nou, blind is blind is blind. Kom op jongens, 1 hoofdkantoor moet kunnen. Ik ga geen 4 kantoortjes financieren voor zo'n subtiel verschil. Dat is hier dus het spannende. Kan je uitleggen dat er Corval was, hè? Ja. Hoeveel Corval verenigingen zijn er in Rotterdam? 11. Kijk, dat valt nog mee, hè? Maar hoeveel het complex bij jullie zitten? Hoeveel voetbalverenigingen zijn daar? Bij ons voetbal? Ja. Nee, is niet op complex. Oké. Okay. Nee. Dat je ze in de binnenzaal van is? Ja, in de zaal zit BCO, Badminton Club, een grote afnemer. En Indoor Bowls. Dat is mijn heel klein oude clubje.
Dus dat zijn de hoofdafnemers in de zaal. Maar het veldterrein, het buitenterrein, dat gebruiken wij eigenlijk als korfbal. En scholen maken daar gebruik van. Goed, even de vraag die voor u gesteld wordt: waarom heb je zoveel verschillende voetbalverenigingen nodig? En die vraag is legitiem zodra zijn voetbalverenigingen allemaal geld vragen van de overheid. Want dan beginnen andere mensen die niet voetballen zich af te vragen van, kan dat niet efficiënter? En waarom zit er op één scoutterrein twee scoutingclubs naast elkaar? Bijvoorbeeld. Echt gewoon, kan dat niet efficiënter? Die vraag is legitiem zodra je geld vraagt aan die anderen. Maar als je geen geld vraagt aan die anderen, het zelf rooit. Ja, be my guest. Weet je, ik loop hier door Alexanderpolder heen, hier door het winkelcentrum. Zie je 6-7 restaurants die al hun eigen keukentje hebben. Kan dat niet efficiënter, 1 keuken? Ja, het kan efficiënter, maar aangezien het daar niet om gaat, is het niet relevant, die vraag. Kijk, bijvoorbeeld, die twee scoutings op één terrein, dus, dat zie ik al als efficiëntie. Als zij op verschillende dagen sporten of hun ze zijn precies op hetzelfde moment open. Echt, wij hebben dat dus met het gebruik van de hal, dat gescheiden. Ja. Vanwege die efficiëntie, vanwege die samenwerking. Ja, optimalisatie van het gebruik van de sport. Ja. Nou ja, dat is dus de boel. Dat is een typische vraag waarom al die verenigingen hun eigen accommodatie hebben, hun eigen terrein en meer van dat soort dingen. Een jaar of 3 geleden in Den Haag bij een Jeu de Boel vereniging, die een kantine hadden. Die hadden ze een jaar of 8 daarvoor of 10 jaar daarvoor 1,5 ton van de gemeente gekregen om een mooi kantientje te bouwen. Daar zelf nog 1 ton bijgelegd, dat zag er mooi uit. Voor 30 man die Jeu de Boelen. En ze begonnen al af te vragen wat ze nou weer moesten doen over een jaar of 5, 6, als die kantine weer opgeknapt moest worden. Want of ze nog zoveel geld zouden krijgen van de gemeente, wisten ze niet helemaal zeker. Nou, ik geloof dat het antwoord gewoon is, heren, nee! Boah, de tijd is dat er echt wel veranderd. En ik geloof dat ook niet eens de gemeente het geld niet meer heeft. Maar de gedachte dat je alleen maar... Ja, ze waren dan bereid om het af en toe met de klaverjasvereniging te delen hun ruimte. Als een soort bod naar de gemeente. Dat is echt voorbij. En het gaat met name over deze organisaties, hè? Die in feite... Dan krijgen we een tweede type organisatie. Dat is zeg maar de club die echt externe klanten buiten heeft. Dus waar bij de eerste vrijwilligers en klanten min of meer samenvallen. En ook, je praat over contributie. En niet over een vergoeding, maar over lidmaatschapsgelden enzovoort. Zijn dit organisaties waar je een klant buiten hebt? Buurtbus. Okay. We rijden jezelf heen en weer. Maar je rijdt in principe onbekende mensen... Ja, dus in zo'n sportvereniging ken je elkaar allemaal. Maar er zijn in principe onbekende mensen. Zullen we vaak dezelfde zijn, dat is weer wat anders. Maar in principe onbekende mensen rond. Omdat het anders niet kunnen komen. Dat is dus een heel ander soort organisatie waarbij je een klantrelatie hebt. En dat we in een non-profit context zitten. Betalen die klanten niet de hele prijs. Ja, als ze de hele prijs makkelijk zouden kunnen betalen, heb je een taxibedrijf. Dat bestaat ook. Maar jullie zijn geen taxibedrijf, punt. Net zoals als je de studenten praat ik altijd over de voedselbank. Kun je daar een bedrijf van maken? Nou, als je van de voedselbank een bedrijf maakt, heb je een Aldi. Okay? Zo simpel is dat. Dus er is altijd een overschot. Hierbij heb je dus extra geld nodig van anderen om de extra kosten te kunnen betalen. Want die kosten worden niet gedragen door de klanten. Dus het is wel een soort bedrijf, maar ook niet helemaal. Want de klanten kunnen niet helemaal betalen. En dan komt dus de vraag van wie krijg je zover om die extra kosten te betalen? Ja, waarbij dus bij die voor ons door ons in feite is van ja jongens, we kunnen met z'n allen meer vrijwilligerswerk doen of met z'n allen meer betalen of we kunnen de kosten naar beneden brengen. En waar bijvoorbeeld het argument laten we meer vrijwilligerswerk doen dan gaan de kosten naar beneden, is een argument dat je met elkaar hebt. Want je eigen contributie gaat naar beneden. Is hier eigenlijk als je meer vrijwilligerswerk doet gaan de kosten naar beneden voor de klanten, dat vind je misschien nog leuk. Maar als de kosten naar beneden gaan voor een subsidiërende overheid, dan vraag je af wiens belang je aan het dienen bent. Dus dat is een tweede type organisatie met een heel ander soort financieringsbehoeften en portfolio. Maar bij jullie, dit voor ons, door ons, gaat het meer zeg maar over de extra dingen. Of de pech. Of wanneer eenmalig het huis of het pand verbouwd moet worden of wat dan ook. Of het... Dat soort dingen. Nou ja, de kortsluiting, er gebeurt iets. Wat je echt met elkaar niet kan dragen. Ja, dan ga je naar buiten en dan zeggen mensen, dat is toch vreselijk, die helpen eenmalig. Maar bij jullie, ja, gaat niet om eenmalig. Ja, een paar miljoen eenmalig zou fijn zijn, begrijp je hoor. Maar het gaat niet om eenmalig,
Structureel. Er kan eens een keer een bus gedoneerd worden, maar daarmee is nog steeds betaald die klanten te bijna. Ja. Dat is een ander soort behoefte. Nou, volgens mij is het bij Prinsenhoeven ongeveer hetzelfde. Dat denk ik ook. Vertel eens. Daar moet gewoon heel veel geld opgebracht worden. Ja. Ik bedoel, een organisatie met bijna 50 vrijwilligers. Maar die moet ook echt ingezet worden om ruimtes te verhuren, feestjes te faciliteren en weet ik wat niet allemaal. Om geld te genereren om een maand als organisatie te kunnen bestaan. Want de andere partijen stoppen niet echt geld in, ze leveren diensten. Ze zorgen feit dat je kosten laag blijven. Ja, ja, maar in feite. Kan je iets vertellen over die klanten? Want, sorry, even deze heren. Betalen jullie iedereen hetzelfde? Ja, 90% van de rit. 90% van de rit. En dan hebben ze een abonnement. En dan nog deelnemerschap. Je moet ook eerst deelnemer worden van de stichting. Je moet in feite eerst lid worden bij de stichting. Ja. Is het niet zo, maar... Ja. Dus je hebt een soort abonnement en per keer dat je deelneemt betaal je 90%. Ja. Maar het is niet bijvoorbeeld dat mensen die... Maar we hebben ook een andere financiering van de deelnemers. Ja. Als gedeeltelijk wordt het betaald door de verhuurder. Humanitas bijvoorbeeld, die heeft in zijn huizen, geeft hij de bewoners, betaalt voor de bewoners de deelnemers van. Ja, ja, oké, okay, maar en dat maakt... Dat is een andere prijs. Want dan betaal je over een flat van... 200 mensen, 200 gezinnen, dat in een andere prijs dan individueel. Dat kan ik me niet zo voorstellen, ja. Maar er zijn niet mensen, zeg maar, die meer inkomsten hebben en daar meer dan 90 cent betalen. Nee. Okay. Maar dat is de vraag namelijk die hier ging stellen. Heb je verschillende prijzen voor verschillende mensen die gebruik maken van accommodatie? Nou ja, we hebben wel, zeg maar, voor de verhuur van ruimtes, dat wij bieden ook de ruimte in het pand aan partijen. En daar hebben we wel een maatschappelijke prijs en een commerciële prijs. Maar de commerciële prijs is eigenlijk ook nog behoorlijk maatschappelijk, omdat wij voornamelijk ook onderdak bieden aan andere maatschappelijke doelen en organisaties die ruimtes opnemen. Okay. En de activiteiten die we organiseren zijn eigenlijk wel gewoon echt voor hele specifieke doelgroepen en zijn vaak net kostendekkend of daar worden geen gelden mee verdiend. Heb je het gevoel dat je verhuurt aan partijen die veel meer zouden kunnen betalen? De losse huur die wij doen, dat is echt alleen maar aan het kleine dingetjes. Iemand die bijvoorbeeld nu vandaag toevallig aan de lijn had, die massages geeft aan ouderen uit de buurt. Fysiotherapie valt uit het zorgpakket en die geeft massages en die rekent daar €5 voor 30 minuten massage. Ja, daar wordt geen geld verdiend. Stel, ik was een paar jaar geleden in een buurthuis in Veendam. Dit is alweer een jaar of 10 geleden. Veendam is wel echt ver weg hoor, in alle eerlijkheid, maar goed. En er waren drie heren, ze waren nu allemaal boven de 75. En hun probleem was dat ze het fysieke werk van het onderhouden van het buurthuis eigenlijk niet meer aankonden. Dat was die 10 jaar geleden. Ze hadden het zelf 15 jaar geleden overgenomen, dus toen ze 60 waren ongeveer. Want het was echt gewoon door de gemeente in de steek gelaten. Dat betekent dus al 25 jaar geleden werden her en der buurthuizen echt al gewoon opgeheven. En hun probleem was nu dat ze, het werd goed verhuurd. Maar voor iedereen vroegen ze €25, zoiets dergelijks, was net na 2000. Ja, en er waren weightwatches en mensen die het commercieel huurden om huizenveilingen te doen en weet ik veel wat. Iedereen €25. En hun probleem was dat ze de stoelen eigenlijk niet meer fysiek klaar konden zetten. En dat ze dat niet erg vonden om dat te doen voor de huisvrouwenvereniging. Maar dat ze voor zo'n commerciële huurder eigenlijk heel vervelend vonden om dat te doen. Ja, nou. Maar dat is wel even, zeg maar, wij zijn sowieso geen buurthuis. Dat eigenlijk wel, zeg maar, dat denk ik, dat zijn echt een... Dit snap ik maar. Ontmoetingsfaciliteit voor. We werken ook met Paameijer. Ze hebben ook een ontmoetingsruimte en een werkproject voor de cliënten bij ons. En daarnaast is het gewoon omdat je, zeg maar, best wel intensief met een heleboel partijen werkt. Heb je echt ontzettend zicht op met wie je werkt en wat voor organisaties er binnenkomen. Dus dat we heel erg proberen ook te zoeken wat binnen het portfolio passies heeft. Dat zijn ook diensten of producten die ook iets toevoegen voor de wijk of voor de doelgroep. Ja. Terecht op even, dank je wel. Wat daar dus gebeurde met deze heren in Veendam, is dat ze een moeite hadden met in hun hoofd de knop omzetten dat ze van die anderen meer konden vragen. Mijn oplossing was, als je dan zo zwaar met die stoelen inzet, was niet eens een financieel probleem. Vraag dan meer en huur dan een neefje in om die stoelen klaar te zetten. Ja? En als je dat goed doet, dan kan je neefje altijd die stoelen klaar zetten, ook voor degene die je weinig. Nou, dat liep gigantisch vast, maar ze op een of andere manier gewoon, dat valt als een probleem van zichzelf ervaren. Wij kunnen die stoelen niet meer goed zetten. Dat er eentje het dak op klom, omdat ze dus iets moesten doen en bijna naar beneden viel. Omdat ze zich geen schilder konden veroorloven, wilden veroorloven en meer van dat soort dingen.
Maar het is spannend, want ze zaten dus geblokkeerd in hun eigen hoofd, maar van je kan verschillende bedragen van verschillende klanten vragen. Ja. Terwijl, dat, ik zeg niet dat de oplossing is, hè, maar het was iets wat je duidelijk zag als ze daar vast zaten. Dat is wel spannend achter die service deliveries. Bijvoorbeeld Rijksmuseum. Hoe ga je daarmee om met je financiering? Vraag je klanten verschillend zonnebloem? Nou, je vraagt eigenlijk, de zon is een mooi voorbeeld. Doe twee grote dingen. Bezoekvrijwilligerswerk. Dus mensen thuis bezoeken. 43.000 vrijwilligers in Nederland doen dat. En daar vragen ze gewoon niks voor. Okay? Je gaat niet betaald worden om iemand te bezoeken. Maar de bootreizen en de vakanties en de dagen die ze organiseren, daar is de gedachte dat je net zoveel betaalt als dat je zou moeten betalen wanneer je meegaat met gewoon een bootreisbedrijf. En al de extra kosten, van dat er een medische staf mee gaat en dat er minder mensen op die boot kunnen en meer van dat soort dingen, gedragen worden door de donateurs. Omdat ze het idee hebben van, ja, we zijn geen goedkope reisorganisatie. Wij verzorgen reizen voor mensen die moeilijk mee kunnen met iets anders. Dat is allemaal te volgen enzovoorts. Maar dat zijn dus de vragen die tevoorschijn komen in dit soort dingen. Van wat kan je daarmee? De derde type zit niet aan tafel hier. Maar is wel interessant om gewoon even in en weer te gooien. Dat zijn de clubs die aan politieke actie doen. Zeg maar de Greenpeaces. De Nederlandse Hartstichting, de Europa Run, Amnesty's. Maar ook de buurtcomité's. Of de wijkoverlegplatforms of wat dan ook. Of, die hebben ze trouwens vaak doen. Spannend, heel ander soort financieringsvraag. Want hier heb je vaak het probleem van, als je toch namens mij spreekt, waarom zou ik meebetalen? Bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten van de vakbonden. Waarom zou je dan hemelsnaam lid worden van de vakbond? Als het toch voor je geregeld wordt, het geld voor jou. Ouderenbond. De provinciale ouderenbonden vinden dat ze er vooral zijn om het beleid te beïnvloeden. En gelukkig hebben ze nog lokale ouderenbonden waar je iets leuks mee kan doen. Want anders hadden ze geen leden meer. Want ja, voor politieke beleidsbeïnvloeding, dat is echt wel ingewikkeld. Want het is geen tastbaar product. Hè? Jullie hebben ook iets tastbaars. Je gaat in een bus mee. Dat moet wel geld kosten. Ze hebben er wat voor. Ze hebben er wat voor. En ze kunnen zien en ze vragen zichzelf ook af van, goh, kan dat voor 90 cent? Maar zolang het kan, zijn we blij. Wel? Ja, ze nog steeds. Ja. Dus dat is... Maar voor die politieke actie is een beetje van, ja, gebeurt toch wel. Of je bent echt heel erg voor. En dan ben je misschien wel bereid juist om heel veel geld te geven. Om het echt van... Hè? Dat is spannend. Ander soort fondsenwerving. Ook interessant, Greenpeace, je kunt onmogelijk geld vragen aan de walvis. Dat is echt gewoon niet te doen. Okay? Nou, anders wil ik wel spelen voor een campagneorganisatie. Ja, organisatie. Want ons Alexander bevordert het vrijwilligerswerk, zeg maar. Nou, is er altijd al een heleboel vrijwilligerswerk, ongeacht het feit of ik wat doe of niet. Snap je, of ik dit soort dingen organiseer of niet. Ik hoop dat het verschilt. Maar mijn probleem is ook van, ik heb dus een heel lastig product moeten verkopen. Ja. Want wie wil ervoor betalen dat de gebiedscommissie hier op z'n donder krijgt, dat ze slimmer moeten omgaan met vrijwilligerswerk. Ja. Dus doe maar net alsof ik... Nou ja, waarbij je ook wel eens dus terecht een hele interessante hebt, dat je in de Nederlandse context het altijd wel gebruikelijk was dat, zeg maar, degene die als het ware een mening moest vertegenwoordigen naar de overheid toe, gefinancierd werd door diezelfde overheid. Wat heel netjes is, was erbij, maar al een jaar of 10, 15 toch wel erg de klad in zit. Laat ik een spannend voorbeeld noemen. Nou ja, weet je, Greenpeace, als ze wat verkeerd doen, roept meteen alleen mensen dat de ambi-status van Greenpeace maar afgenomen moet worden. Omdat, zeg maar, via die ambi als het ware meebetaald aan het aftrekken van die giften enzovoorts. En dan moet er gekeken worden of ze geen subsidie krijgen en dat soort dingen. Wat je een aantal jaar hebt gezien is dat er lokale gehandicapte platforms zijn. En dat dan graag de lokale politiek praat met de beroepskracht van het gehandicapte platform, die zij dus subsidiëren. Zodat ze niet meer hoeven te praten met de vrijwilligers die erachter zitten. Ten eerste is dat makkelijk voor de wethouder. Dat is maar één gesprek. Maar ten tweede is het ook wel makkelijk voor die wethouder om te praten met iemand die betaalt. In plaats van te praten met allerlei mensen die niet aan die financiële leiband zitten. Maar je weet ook dan, als campaigner, zodra je laat betalen door die overheid, door je tegenstander. Ja, dat is wel een beetje... Ja, dat is een beetje boeren. Dan weet je dat je niks te veel meer kan zeggen. Het klassieke voorbeeld in mijn dissertatie gaat over de vereniging Stop de Kindermoord. Kennen jullie die nog? Daar hebben we alle woonerven enzovoort staan te danken. En die begonnen in... ik zat op een middelbare school en ik kende deze club omdat mijn leraar scheikunde was er actief bij. En die kreeg op een gegeven moment heel veel geld. We praten nu ergens over halverwege de jaren 70, begin jaren 80. Half jaren 70.
Ik heb heel veel geld om kruispunten in Amsterdam te blokkeren. En daar kochten ze een politiebusje van. Met fietsen en met poppen die eruit zagen als kinderlijken. En dan blokkeerden ze kruispunten in Amsterdam. Omdat de auto's kindermoordenaars waren. En toen werd er heel goed aan een oplossing bedacht, namelijk de woonerven. En steeds grote beroepskrachten. En die beroepskrachten die hadden een probleem. Die hadden namelijk een visitekaartje erop met stop de kindermoord. En gingen praten met mensen met wie ze samen een afspraak zouden maken om de kindermoord te stoppen. En dan hadden ze, ik noem jou nu eigenlijk een kindermoordenaar. Dus toen zijn ze verkeerd, toen zijn ze hup het wonen erven of zoiets ergens geworden. Want die naam die vonden gewoon de beroepskracht, ja, daar konden ze niks mee. Echt geweldig. Spannend. Campaigningorganisaties, door wie laat je betalen? En wat moet je terug doen voor dat geld? Dat geldt ook voor alle drie. Dus nu aan jullie, we hebben het al een beetje gehad. Waarom bent u eigenlijk belangrijk en zouden anderen, of zouden mensen mee moeten betalen aan wat u doet? Waarom zijn jullie belangrijk? Waarom doen al die partners, waarom vind je dat die partners mee moeten doen? En waarom doen ze mee? Waarom die partners mee? Ja, en waarom jullie belangrijk zijn voor die partners? En voor de financiers en voor... Ik denk niet dat... Ook eigen belang. Ja, nee. Het is meer onze kant ook op belangrijk, denk ik. Je hebt twee kanten op. Ik bedoel, die partners hebben ons nodig. Een stukje profilering, visitekaartje. Om je mee naar buiten te dragen wat je doet, waar je in betrokken bent. En andersom hebben wij ze natuurlijk ook nodig, omdat we daarmee een heel brede vraag kunnen neerleggen bij de politiek. Van joh, kijk wat wij met z'n allen hier voor iets moois neerzetten. En in het verleden ook, zeg maar, dat is iets van voor mijn tijd, maar waarbij dat er inderdaad onderzoek ook zijn gedaan, waarin je gewoon heel helder is geconstateerd van voor iedere euro die erin steekt, levert een x-bedrag op aan zorgkostenbesparing. Dus dat is ons verkoopverhaal. Ja, maar wie interesseert nou die zorgkostenbesparing? Af het goede stel erbij, of de zorgverzekering in dit geval, waar ze nu natuurlijk in... Maar als ik Lauwers en Paarmeijer zijn, dan zou ik zeggen, nou doe maar niet. Nee, maar Achmea, ja, die natuurlijk nu in de wijk getrokken is wel. Dat is dus echt een vraag. Wie interesseert nou, zeg maar, voor wie ben jij relevant dat zij er geld in gaan stoppen? Nou ja, geld, dat is punt 6. Tijd, wat dan ook. Dat zijn geen partners die per se geld. Behalve woonstad komen de andere partners niet zozeer met geld. Nee, maar geld... Nee, maar het gaat natuurlijk ook over inhoud. Weet je wil ook meer zijn en meer doen en meer, weet je wel. Je zoekt samenwerkingspartners zoeken is al helemaal niet vreemd. En hoe dichter je ze soms op jezelf weet te binden, des te meer kansen maak je. In die tijd was dat zeker, toen Prinsel begon, ook een belangrijk drijfveer. Heb je ook financierspartners voor wie je helemaal niet belangrijk bent? Waar je je afvraagt van waarom financieren die ons in hemelsnaam? Maar dat, ja, nogmaals, dat eigenlijk de enige financiering is, eigenlijk, ja, officieel is dat alleen de overheid en een stukje kostendekking door Woonstad waar het tekort schiet. Maar in principe de rest van de partners dragen in inzet, participeren zij leveren. Als ik zeg financiering, hebben we niet echt alleen maar over geld. Heb ik het gewoon ook over gratis huur of wat dan ook. En, professionals die je krijgt die je anders zou moeten betalen. Precies. Als je dit in stand zou willen houden. Ja, voor Woonstad geldt zeker ook dat, zeg maar, hun sociale rol als corporatie, ja, dat die hiermee wel op een hele goede manier tot uitdrukking komt. Ja, ook reden, zelfs nu voor de toekomst, dat Woonstad graag door wil gaan met Prinsel. En daarmee realiseren ze nu ook een zwembad waar Prinsel dan ook in moet. Weet je, dat is wel heel duidelijk een belang voor als corporatie om je sociale zicht. Dat is een van de basisregels, bijvoorbeeld ook fondsenwerving, gewoon donaties vragen, is je af te gaan vragen van, of gewoon te beginnen van, iemand heeft een probleem. Het probleem is namelijk dat ze heel graag goed willen doen met een hoeveel geld, maar ze hebben geen idee waar. Dus u lost een probleem op, in plaats van u om geld vraagt, lost u een probleem van iemand op. Het kan wel zijn dat ze wat u aanbiedt, niet relevant vinden. Daar worden ze niet warm van. Dat kan gebeuren, dan ga je naar de volgende. Maar in principe vraag je niet om geld zonder een tegenprestatie. Maar die tegenprestatie kan wel eens heel vaag zijn. Zo van, dat is een spannende. Nee, maar goed, altijd. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen die ergens meedoet, ook altijd een eigen belang heeft. Ja, de vraag is hoe. En kan je dat omschrijven? Kan je daarover nadenken zonder dat te ver in te gaan? Hoe zit het bij jullie? Nou,
PR-man, die kan als geen ander vertellen hoe die aan het doen. Nou, ik heb het fondsen, ik heb een cursus gevolgd voor fondsenwerving. Ik ben het fondsenboek echt helemaal doorgeworsteld. Thema's aangelegd, wie zou er mogelijk voor in aanmerking komen voor een fonds. Dan ga ik ze via de computer zo'n fonds benaderen. En vaak is het zo, je vult een formulier in en dan krijg je als antwoord, u mag een aanvraag indienen of wij kunnen uw aanvraag niet honoreren. Nou, dan ga ik verder zoeken, daar zit ontzettend veel werk in. Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen. En ik vraag dan een fonds voor het busje geschikt te maken voor het vervoer van minder valide. En dat is onder andere een hoger dak, dus al sowieso 6.500 euro extra. Een hydraulische treeplank, dus de deur open gaat en de treeplank er buiten komt. En wat extra stangen omdat de mensen zich beter kunnen houden. Dan een praatje over per bus gemiddeld 9.000 euro. En het is me bij de laatste 5 bussen gelukt. Dus er zijn niet altijd mensen die iets met de bus te maken hebben. Nee, hoor, nee. Dat zijn mensen van het Oranje Fonds heeft een keer, het VSB Fonds heeft een keer. Dus de vraag is van woorden. Sluiterman. Ja, dat bekende. Maar wat is het belang van uw bus? Van de buurtbus? Het vervoer van ouderen. Okay. En minder verliezen. En wij doen dat om mensen, iemand naar de kapper te brengen, naar de fysiotherapeut, naar de markt. Want dan komen ze met het openbaar voer, komen ze daar niet. Dus het spannende wat je met elkaar moet verwoorden is, zeg maar, van waar vind je nou het argument voor iemand om daar aan mee te betalen. In hoeverre staat die 90 cent nou in verhouding tot wat u aan belang maakt voor de mensen die weggaan, die vervoerd worden? Weet ik niet. Ik vraag het maar gewoon op. Overwegend commerciële belang. Mensen in de buurt die iets willen sponsoren. Met name op de bus, slagerijen. Ja, dat willen ze. Ja, dat is uitstekend. En dat is belangrijk. Grotere sponsors zijn vaak de fondsen. Mm-hmm. Een oranje fonds die bestaat uit het steunen van sociale doelstellingen. En die beoordelen dat dan positief. Waar ik zelf aan denk, voor ons doel, is de zorgverzekeraars. Ja? Die toch belang hebben dat wij de ouderen bedienen. Ja? We hebben ze nog niet benaderd, maar ik maak me sterk dat dat lukt. Ja? Ja, ik denk dat het dan kan zo, maar dat je dus wel moet afvragen van, hebben ze er echt wel belang bij? Want als hun doelstelling dan niet echt 1-3 is om het leven van ouderen beter te maken, maar vooral om te zorgen dat ze kosten besparen. Ja, want ze komen niet naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja, dat is heel spannend hoor. Want we denken vaak dat iedereen het belang heeft van dat het goed gaat met die ouderen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Misschien hebben ze er helemaal, even heel cynisch gedacht, is niet zo erg dat mensen niet naar het ziekenhuis toe gaan. Zoals het ook in Groot Rotterdam helemaal niet zo erg vindt dat er bepaalde bevolkingsgroepen zijn waar de onderzorg bij is. Heel gewoon. Mensen die wonen in de Prinsenlaan, die moeten naar de dokter op de hoofdweg. Die kunnen alleen maar heel slecht lopen met een rollator. Mensen weten nog goed niet hoe ze bij de dokter moeten komen. Nee, dat zijn we het elkaar eens. Maar een zorgverzekeraar, die trekt zich dat wel aan. Zeker, ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik niet. Ik heb heel lang bij een zorgverzekeraar gewerkt. Maar begrijp eens, u moet je afvragen van, hoe gaan we het belang uitleggen? En misschien is het belang wel gewoon dat u bestaat hoor, dat kan ook heel goed. Weet je? En dat die opties er zijn. En misschien als u zegt van ja, het gaat vooral naar de huisarts toe en daarmee voorkomen we wat dan ook. Dat is ook een vraag of je in zo'n redenering wil. Hè? Of je zo'n economische redenering wilt maken. Iedere keer is de vraag van, wat voor soort redeneringen gaan we tegen deze personen maken? Is het een economische redenering? Is het een maatschappelijke redenering? Is het naar zo'n fonds toe van, wij doen die en die service, dat is dan nodig. En die mensen verdienen dat toch ook? Zo van, we hebben bussen kunnen regelen, maar we willen andere soorten mensen moeten ook in kunnen. Die verbouwing moet gedaan worden. Dat is niet een economisch belang of zo, dat is een heel ander soort belang. Dat zijn vragen die je gewoon iedere keer moet stellen. Er zit ook een commercieel belang bij natuurlijk. Ja? De naam van een zorgverzekeraar, onze bussen, die hier op staat, de vliegplaat, ja, is natuurlijk reclame. Ja?
Ik ken een voorbeeld van een zorgverzekeraar die in de stadplaats gevestigd waren, de restauratie van de kerktoren hebben betaald. En waar je ook vandaan kwam en welke richting die stad benaderde, dan zag je de naam van. Dus dat is de vraag die ik moet stellen van. Van wat voor soort belang kunnen we hieraan koppelen? Ja dan nee. Het kan commercieel zijn. Het kan ook gewoon reputatietechnisch zijn. Tien dat grote bedrijven die overal nergens een sponsor en commercieel belang zie je niet, maar het is vooral de reputatie van het bedrijf. Intern. Ja, want het is inderdaad, de profilering is natuurlijk wel binnen hun eigen geleden, maar het is aan de buitenkant niet direct zichtbaar dat zij daar natuurlijk iets mee doen. Bijvoorbeeld. Ja, dat zijn, bijvoorbeeld is. De Rijnfonds heeft meegevraagd om een publicatie te maken. Ja, die verschuiven nadat het steeds meer naar buiten moet. Omdat ze, zeg maar, zeker nu ze zijn gaan, nu ze vinden dat ze moeten gaan fondswerven om het GVNL, zie je dat ze dat ook belangrijker vinden. Dus dat verschuift voortdurend. Dat zijn de dingen waarbij je moet nadenken. Ook voor een fonds de zichtbaarheid van het maatschappelijk belang. Ja. Mogelijk. Ja, dat snap ik. Hoeveel, hoeveel je inkomsten komt nou van leden? Grofweg? Contributie? Ik denk een derde. Goed. Houden wij een korte pauze of gaan we gewoon door? U zegt het maar. We zijn bijna niet meer bezig. Ja, zullen we een pauze doen? Dan ben ik een pauze. En dat is over financiering van non-profit is natuurlijk echt ongelooflijk veel te vertellen. En heel gedetailleerde dingen te doen enzovoort. Mm-hmm. Maar dan mag wel ergens beginnen bij een paar soort onderscheiden. Als je nou denkt over van waar komen onze bronnen vandaan? Waar komt het geld vandaan? Hoe kan je dan daarover praten? En vandaag praten we over het abstract niveau. De volgende keer gaan we praten wat, zeg maar, de combinatie, de conflicten tussen dat soort bronnen is. En wat, hoe je kan denken over jezelf onafhankelijk maken van, zeg maar, ontwikkelingen in die bronnen. Nou, dat is heel abstract nu. Maar in feite, één, als we kijken naar financiële stromen. Ik heb ook eens even weer. Stromen, we praten eigenlijk over drie grote stromen. De eerste stroom is directe inkomsten. Fees for service, iets wat je levert en waar je wat voor terugkrijgt. Dus waar degene die betaalt ook de ontvanger van de dienst is. Zeg maar in feite zoals het gewoon alsof je brood koopt bij de supermarkt. Dat ligt wel een stukje ingewikkeld, want de contributie van leden, of in jullie geval het betalen van, is eigenlijk een soort fee voor het algemeen. En dat die 90 cent is iedere keer als je er gebruik van maakt. Ja. En bij een sportvereniging betaalt contributie en of je nou één keer kunt spelen of iedere week kunt spelen. Of, weet je dat. En er zijn ook heel veel mensen betalen contributie. Maar zij zijn niet spelende leden. Ja. Nou, niet spelende leden en contributie is bijna een donatie, om het even zo te zeggen. Is niet meer echt niet betaald om te mogen spelen. Er zijn meer mensen die zijn verbonden aan je en blijven betalen. Maar wij hebben ook natuurlijk deelnemers die nooit met de bus meegaan. Nooit met de bus meegaan. Ja. En niet eens omdat ze niet met de bus mee willen, maar niet eens om ze geen gebruik van maken of wat dan ook. De mensen uit het Humanitas gebouw, ja. Er zijn er mensen die hebben een eigen auto, die gaan helemaal niet met de bus mee. Dat zit je wel hoor. Maar de baas vertelt, duurbaar. Ja, ze betalen niet zelf. Dat kan met een soort. Je moet meer zeggen, de niet spelende leden die gewoon blijven. Als het dorp, ik woon tegenwoordig in Roon, heb je zo'n klein zwembadje. Nou, daar hou je officieel wel alleen je kinderen dat zwemmen zolang ze op de basisschool zitten. En er zijn best wel een hoop ouders die nog steeds zo'n die 25 euro gewoon betalen. Zo van, nou, het zal wel worst wezen, leuk badje, punt. Ja. Zelf ben ik bijvoorbeeld net al. Sinds klein ben ik van de ijsclub. Niet dat er zo vaak ijs ligt in Nederland. Maar ik vind het wel belangrijk dat als er wel ijs is, dat mensen daar kunnen schaatsen. Terwijl ik niet eens meer in die wijk woon. Dat is gewoon, weet je, belangrijk vind ik dat iets er is, kan je ook lid blijven. Ja. Dus daar zie je in feite al dat contributies en donaties. Contributie is heel helder, als je er iedere keer bent. Maar dan heb ik dus ook een donatie, dus waar je niet in directe tegenprestatie zit. Andere dingen zijn wel bijvoorbeeld. Zijn misschien meer commerciële. Kantinebedding inkomsten is gewoon bijna een commerciële inkomsten. Ja. Dat is een beetje plagen van de commerciële huur. Ja. Maar de kantine, ja, je gaat niet minder vragen dan een biertje kost. Dat is niet de bedoeling. Hè? Dat is ook de hoofdmoot van inkomsten. Nee, dat is de hoofdmoot van inkomsten. Gewoon de winst van bier. Dat is wel een vervelende inkomsten. Komen we voor de keer uitgebreid terug. En dat is natuurlijk samenhang. Als het aantal leden terugloopt, loopt ook de kantine. Kaartjes toe, entreebewijzen. Jullie 90 cent, boven verzinsen allemaal. En. Nou ja, in feite is je kantineinkomsten is winst van commerciële kranten. En je winst op je eigen vermogen of je rent op je eigen vermogen. Voor zover er gewoon
geld op de bank staat. Nou, dat is met de 2% van u. Ja. God, mag je blij zijn als je hier haalt. Ja, dat loopt niet hard. Gaat dat niet hard? Maar goed, officieel is het belangrijk. Tweede, zijn zeg maar de solidariteitsoverdrachten, de inkomsten van anderen. En daar zijn twee grote bronnen achter met verschillende verhalen achter. Het ene, dus dit is waar mensen betalen die niet zelf gebruik maken van de dienst. Dat kan indirect, dan betaal je in feite belasting en de overheid besluit waar we solidair mee zijn. En dat kan direct, waar je zelf bepaalt waar je je geld aan geeft. Dus indirect, subsidie van overheden, projectsubsidie, exploitatiesubsidie, budgetsubsidie, van alles en nog wat is dan mogelijk. Met iedere keer eigen spelregels erachter. En exploitatiesubsidie is lastig als je reserves hebt. Een projectsubsidie is het lastig als je overhead hebt. Want ja, ze betalen voor het project, maar niet voor je pand. En meer van dat soort dingen. Iedere subsidiestroom heeft zijn eigen spelregels, zijn eigen voordelen. En donaties van derden, nou ja, weet je dat ding. Particulieren, vermogensfondsen, fondsenwervende fondsen, eigen fondsenwerving, evenementen, allerlei vormen van. Verschillende spelregels. Want voor een subsidie van de overheid krijg je het toch eigenlijk altijd wel op een soort moment van objectieve redenen. Waar je iets voor terug moet doen. Het kan wel zijn dat je gegund wordt, maar er is toch een soort moment van papier nodig dat het emotieloos uitlegt. We hadden net over bij een club die heet Stras. Doet iets met verstandelijke gehandicapten enzovoorts. En toen een tijdje geleden de subsidie van de overheid minder werd, toen ging Gerben het taalgebruik met de overheid gebruiken om daarmee bedrijven te benaderen. Maar het taalgebruik van iets doen met verstandelijke gehandicapten bij de overheid is een volledig emotieloos taalgebruik. Van mensen toegeleiden naar begeleid wonen of weet ik veel andere woorden. Terwijl het taalgebruik bij geld binnenhalen voor klein geld bij bedrijven is eerder een emotioneel taalgebruik. Dus wat hij is gaan doen, is met mensen van KPMG bij de avondschool gaan koken. Waarbij ze zien dat iemand denkt dat hij goed kan koken, maar nooit de verpakking opent. Je moet voor zijn spaghetti maken en dan hup, spaghetti met een pak erin. Een glas boem er zo in. Waar dus geen gas onder stond. Maar na de hand als een geweldig trots stond op te scheppen. Dat kan je dus niet met ambtenaren doen. Ja, je kan een ambtenaar doen en wil ze wel subsidie geven, maar die kun je niet opschrijven. Die partner van KPMG kan zeggen, ik heb zo gelachen, jongen. Dat is geweldig. Tranen in mijn ogen. Ik heb hier een gelachje voor gehuild. We moeten wat doen. Ja. Dat zijn andere emoties die onder die twee dingen liggen. Nou ja, die vermogensfonds zit er een beetje tussenin, hè. Sommige vermogensfondsen kun je van aanspreken van u doet dat en dat erbij vervoeren zoveel mensen. Andere vermogensfondsen is bijna een aanvraag of iets aan de overheid schrijft. Met dezelfde emotieloze doelgerichtheid en aansluiten bij. Dus het is niet helemaal. En bedrijven, sta hier niet bij, maar bedrijven, het is een beetje. Ja, geven ze nou sponsoring vanwege hun commerciële kant? Of geven ze sponsoring om er vanaf te zijn? Of geven ze sponsoring omdat ze maatschappelijk profiel willen hebben? Wat is dat? Ja, dan krijgen we de andere. Overheden, deelgemeente, provinciaal, landelijk, Europees. Bedrijven, we maken gewoon onderscheid tussen commerciële en maatschappelijke sponsoring. We noemen het vaak commerciële sponsoring, maar dat is niet altijd een commercieel nut aan te geven van een grote multinational die een buurtbus financiert. Ik weet niet of jullie hebben. Weet je, dat is niet altijd, ik ken allemaal dat soort voorbeelden. Of de enorme grote multinationals die een lokale voetbalvereniging sponsoren, en echt zo'n kleine lokale voetbalvereniging. Dat gaat meer om maatschappelijke sponsoring, of, nou ja, eigenlijk als er gewoon geen nee te zeggen. Gekeken, een van mijn afstudeerders gekeken naar welke bedrijven sponsoren Pink Ribbon. Dat is een magazine. En dan al die advertenties doorgekeken. Die afgevraagd van, snap ik nou waarom dit bedrijf Pink Ribbon sponsort? Vervolgens al die bedrijven gebeld. En dan krijg je allemaal een mooi strategisch verhaal terug. Daar hebben ze een heel mooi verhaal over. Maar als je wat verder gaat, is het toch meestal gewoon, ja, jeepje, 50% van onze klant of onze medewerkers of weet ik veel wat. Of mijn vrouw is natuurlijk ook gewoon. Dus ja, het zijn er wel heel veel en ik ken iemand en ja, jeepje, toen mijn secretaresse met die folder kwam en zei, dit sponsoren wij toch wel? Toen dacht ik van, ik zeg maar ja. Ja, dat is helemaal niet interessant. Het is belangrijk dat het een dame was, dit vroeg. Nee, in dit geval, ja. We hebben dus een punt, einde discussie en daarna moet hij uitleggen, dat de eerste keer is leuk en de vijfde keer moet hij uitleggen aan zijn dingen. En dan moet er toch wel een soort verhaal liggen van waarom het belangrijk is. Toen zijn we vervolgens gaan kijken van, alle bedrijven gaven aan dat, in dit geval autobedrijven. Dat ze dit belangrijk vinden, want ook vrouwen rijden veel auto, nee, dat snap ik. Ja. En vaak zijn vrouwen belangrijk in het maken van de beslissing van de verkoop van de auto.
enzovoort, enzovoort. Dus dat was heel belangrijk. Toen we gaan kijken of die advertentie wel aangepast was aan Pink Ribbon. Bijvoorbeeld een vrouwelijke chauffeur. Mm-hmm. Dat zou ik toch verwachten. De enige die het echt mooi had aangepast, in ons perspectief, was Mercedes. Dus Volvo was echt gewoon de standaard Volvo advertentie. Mercedes had een foto van, dankzij ons staat de chirurg op tijd in de operatiekamer. Nou, misschien hebben ze die wel ergens anders gebruikt, maar dat was een mooie advertentie in dat blad van Pink Ribbon, oké? Gericht. Gericht. Maar al die cosmetica dingen, ja jeep, ja, vrouwen gebruiken cosmetica, hè, zo is het er nog wel een paar. Natuurlijk waar. Maar af. Maar heel van de doelgroep heb je daar wel mee te pakken in dit blad. Veel minder mannen dan vrouwen lezen dat blad. Ja. Dus is die advertentie daar best op spaar. Dus die cosmetica snap ik helemaal. Ja. Maar op de hele verhevige boete, dat is echt gewoon commercieel. Ja. Overigens kun je daar nog wat, dat is wel leuk, maar dat is een bedrijf maken ze onderscheid of ze financieren zonder relatie met de verkoop. Dat is zeg maar een filantropie waarbij je eigenlijk niet weet dat het bedrijf financiert. Mercedes? Ja, Mercedes financiert slachtofferhulp voor een groot gedeelte, doneert aan slachtofferhulp. Maar heeft geen zin om dat in de krant te zetten. Omdat het nogal vaak gaat om mensen die aangereden zijn door grote auto's. Oh. Snap ik helemaal. Ja. Je kunt het wel opzoeken, is niet zo moeilijk. Maar dan gaan ze niet mee adverteren, want dat is echt gewoon... Ja. Pakt verkeerd uit. Dat pakt verkeerd uit. In ieder geval vinden ze dat zelf ook niet leuk om daar in de krant te staan. Maar ze vinden wel zelf dat ze daar moeten bijdragen. Omdat het nuttig werk gebeurt enzovoorts. Dat is helemaal niet interessant. Denk je dat ook veel banken de schuld willen verlenen? Dat zou me niet zo leuk zijn. Financiers van voedselbanken enzovoorts, allemaal van dat soort, die helemaal niet zo'n behoefte hebben om dan groot bedankt te worden enzovoorts. Ja, intern misschien wel een beetje en officieel door de directeur die andere directeur bedankt, want het gaat om een goed gevoel, maar niet in commerciële dingen. Spannend. Dat is dus die filantropische financiering, dan heb je de sponsoring, dat is eigenlijk zonder een rechtstreeks verband met de verkoop, maar je wilt dat ermee verkocht wordt. En dan heb je dat ding, waarbij je bij ieder verkocht ding iets geeft aan een goed doel. Zeg maar de pandabroodjes en van alles en nog wat. Daar is eigenlijk een hele directe relatie met wat je verkoopt. En ook met bedrijven kun je dat soort deals wel maken. Zo van, nou, dat is geld waarbij niemand doorheeft dat u betaalt. Of waarbij, ja, we hangen iets op, maar we weten allemaal dat het daar niet om gaat. Of er is een direct belang, het is een slager in de buurt. Of tot en met, we maken echt een harde, concrete verbinding met dat we meer verkocht hebben. Dat is moeilijk voor de kleine, maar... Een paar jaar geleden was ik in Dommelen, waar de lokale supermarkt het helemaal zat was dat iedereen om geld kon vragen. En toen een wet werd uitgeschreven dat dat de grote clubs mochten op zaterdag bonnetjes verzamelen. En hij zou dan een percentage van het bonnetje uitkeren als sponsorgeld. Een bepaald maximum als iedereen te veel bonnetjes en zo soort iets. Een geweldige happening, waarbij er steeds meer dingen op zaterdag gebeurden. En hij er steeds vrolijker van werd, met als laatste beeld was opgenomen dat hij als directeur van die supermarkt boven het water ging staan, waar andere mensen met een bal konden gooien om geld op te halen voor een vereniging en bonnetjes in te leveren, zodat hij in het water zou vallen. Nou, op zich durf je dan wel als directeur van de supermarkt in je dorp aanwezig te zijn, oké, Mert? Maar goed, dat was wel grappig. Het was een combinatie waar je dus geprobeerd hebt. Maar ja, vermogensfondsen, ook daarvan zie je eigenlijk dat veel vermogensfondsen gewoon de eenmalige giften zitten. Een slang en een bus financieren. Dat is bijna hetzelfde als een particuliere gift, alleen je moet beter uitleggen, want ze willen weten dat je niet te veel vraagt. Een beetje maar. Maar als je wilt dat ze project financieren, dan zie je al heel snel de tafel gebruikt van de overheid, alsof je een aanvraag doet bij de overheid. Met dezelfde soort dingen. Komen er nou meer fondsen die meer langdurige relaties aangaan? Er komen een paar grote fondsen bij de langdurige relaties aangaan. Ja, dus er wordt wat meer langdurig geld gegeven, maar de meeste fondsen doen nog steeds gewoon eenmalige dingen. En langdurig, wat mij frustreert, verbaast, interessant is, omdat het tegengesteld is aan wat je zou verwachten. Kijk, een wethouder zit er 4 jaar, dus die zou eigenlijk niet veel langer dan 4 jaar moeten mogen financieren. En de gemeenteraad gaat ook niet over die 4 jaar heen. En de gemiddelde bestuurder van een fonds te vaak 8 tot 12 jaar. Alleen fondsen financieren vaak maar 1 of 2 jaar, onder het motto van daarna moet de gemeente dat doen. Want zo was het namelijk altijd in Nederland. Maar de logica is dat een fonds langer dan 4 jaar financiert. Omdat daar die bestuurder ook langer dan 4 jaar erover kan beslissen. Nou, die beweging zie je dus niet. Dat de aantal fondsen over de beruchte 2-3 jaar heen gaan en langer gaan financieren. Ja, en ook een andere rol pakken. Ik ben net bij HEMA geweest, bijvoorbeeld. Die
eigenlijk gewoon vennoot worden binnen ja. Het project wat ze waar ja. geld aan geeft. Ja, we doen nu midden in onderzoek naar de 50 deelnemers aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Ja. En daar zie je dus ook dat de fondsen er stevig in staan, ook op niveau van nou nog net niet meepraten, dat is wat Verre Bergen hier doet en wat Asensio doet. Maar wel veel meer intekenen op bepaalde ambitie en dan ook daar langer in blijven. Wat wel spannend is, dat zeg maar ook daar zie je dat ze gewoon de herschikking tussen fondsen, overheden, andere financiers, iedereen aan het worstelen is. Het fonds aan de ene kant lijken ze rijk vergeleken bij de overheid, hebben ze echt niks. Verre Berg heeft veel geld om uit te geven, maar het is net een dag van de gemeente Rotterdam, geloof ik. Ja. Dus het is nog niet zoveel. Dus een aantal hele grote fondsen in Europa zijn met z'n allen gefocust op onderwijs. En ze geven één dag onderwijs totaal uit. En daar zit een Bertelsmann tussen, dat is echt wel een van de grootste jongens van Europa. En verder dan één dag onderwijs komen ze eigenlijk niet. Dus het geeft wel een beetje aan of ons daar niet. Het is niet zo efficiënt in fondsenwerving als de blauwe brief, maar goed. Dat is wel spannend, je ziet die verschuiving. Ik denk ook wel dat je meer met ze moet praten, maar tegelijkertijd hoop ik dat er heel veel blijven die gewoon eens een duidelijk doel hebben, waar je op de website al ziet, nou dit gaat lukken of niet lukken. Mm. En dan als ze dat een beetje versimpelen, dat je gewoon je folder op kunt sturen en de netjes financiële verantwoording achteraf, dat is mooi. Mm. Want waar u behoefte aan heeft, om even zo even anders te zeggen, is dat het dus een diversiteit is. Hè? Zodat als gewoon het ene uitvalt, dat je dan iets anders kan en dat ze ook niet met elkaar te maken hebben. Ja, dat, dat laatste, dat is vervelend. Ja, echt de spreiding van het inkomstenportfolio. Ja, en echt dat ze onafhankelijk van elkaar zijn. Dat is ook het lastige van leden en contributie en drankinkomsten en nog een paar van dat soort dingen. Dat is een beroemd verhaal. Dat gaat over de Floriade in Zoetermeer. Die is echt bijna failliet gegaan. En een van de dingen die ze daar hadden is dat ze alles zelf deden. Dus de wc's. De parkeergelden, de entree natuurlijk, de horeca, alles zelf. Met als consequentie op een gegeven moment het aantal bezoekers wat minder was vanwege het slechte weer. Viel ook de parkeerinkomsten tegen. En wc's die waren wat te duur geworden, want ze kwamen langs wat geld tekort, dus maken wc's maar duurder. Dan weet je ook wel wat er gebeurt. En ja, de horeca liep ook achteruit, het was ook steeds duurder, want het liep slecht. Wat ze nu hadden moeten doen, was alles verpachten. Ja. Het risico spreiden bij anderen, zeg maar. Dan haal je misschien minder in, maar je haalt die afhankelijkheid van die ene dinges, haal je eruit. Ja, dat is de gemeente Zoetermeer ook geld gekost. Ja, maar die heeft uiteindelijk afgepikt. Ja, die gewoon duur. Je hebt er al mee betaald. Ja, maar het is echt gewoon, het is dus echt een soort managementfoutje van de eerste orde, dat je daar niet dat van elkaar gescheiden hebt. Gewoon jezelf rijk rekenen, dan komen zoveel, oh, zoveel over. Ja, misschien had je jezelf minder rijk moeten rekenen en even die dingen moeten verwachten. Het belangrijke is, voor volgende week kan je dat uit elkaar loshalen enzovoort. Hey, de laatste. Ja, eigenlijk is het toch wel heel simpel. Waarom betalen mensen? Ja, omdat ze bijvoorbeeld, omdat hij iets heel concreets levert. De bus rijdt. Dat is heel concreet. Tijd hier op de middag. Maar misschien ook wel gewoon de financier u wil steunen, vindt u gewoon leuk. Een collega van ons, Pamela Wieking, uitgegeven wat de 8 mechanismen zijn waarom mensen geld geven, waarom mensen doneren. Impact, wat iets uitmaakt. Ik kom niet erachter, want als je het zelf niet schrijft, weet je zo precies. Eigen schuldgevoel. Zo van. Maar een van de belangrijkste is gewoon vanwege diegene die het vraagt. Serious Request haalt niet veel geld op, omdat het daar gaat om baby's in Afrika, maar omdat die buurmeisjes iets doen in het dorp. Waar jij denkt, god, dat is leuk. Waar is het voor? Serious Request, waar gaat het met jou over? Ja, weet ik niet precies, meneer. Is dat ook goed? Ik weet niet precies, maar het is een heel leuk, meneer. Dus dat denken we vaak, maar het gaat dus heel veel om dat soort dingen. Mensen geven geld omdat ze het gevoel hebben dat ze er ergens anders bij willen horen. Dus andere mensen ook geven, die kant van meegaan. Spannend is de vraag of mensen nog geld geven, zeg maar, aan iets waar ze veel verschil kunnen maken of waar ze zelf om geven. Ja, dus de logica zou zijn, ze geven veel geld aan iets waar je veel verschil maakt. Maar mensen kiezen hun eigen ding waar ze willen geven. Walvissen. Dan kunnen we langskomen dat honger in Afrika veel belangrijker is. Ja, dat is hun keuze. En dan kan je nog honderden keren uitschrijven en zo'n rapport aanleveren.
Dat zou bij die overheid nog wel kunnen werken, want die geeft geld voor de ander uit. Bij de particulieren. En soms geven ze geld omdat ze u volledig vertrouwen. En soms willen ze uitgebreid zien wat je ermee gedaan hebt. Zo, zou wel goed. Die fondsen vragen heel wat. Wat? Die fondsen vragen heel wat. Hele dossiers. Ja. Wat vragen ze nu steeds meer? Want dat is wel spannend hoor. Want eigenlijk, en gelukkig. Wat vragen ze dan? Dus dat de rekening gespecificeerd van de autodealer die het onderdelen gemaakt heeft. En kamer van koophandel, inschrijving kamer van koophandel, eigen vermogen, hoe betaal je er zelf aan? Nou ja, bedenk maar een aantal vragen. Foto's achteraf. En, dat is wel spannend, maar je zou, het interessante is natuurlijk dat die overheid, in die indirecte solidariteit, die geeft geld van anderen uit. En moeten ze ook echt verantwoording kunnen afleggen aan die anderen, wat er met het geld is gebeurd. Fondsen en particulieren geven eigen geld van zichzelf uit. Ja. Nou, als het een fondsenwervend fonds is, dus dat niet vermogen de bank geeft, dan moeten zij weer zich kunnen verantwoorden aan mensen die geld hebben gegeven. Dus kan ik me voorstellen dat ze precies willen uitleggen waaraan. Ja. Maar als je geld op de bank hebt, zijn er best wel redenen verzinnen waarom je gewoon denkt, nou, ik vertrouw je me niet, ik ga je weer in last gevallen, punt. Maar goed, blijkbaar hebben ze, ofwel we praten ze aan, dus iedereen moet er wel trouwen. Of, wat? Het is spannend hoor, het zou namelijk voor fondsen niet altijd nodig zijn. Mijn favoriet op dat punt, het is niet voor fondsen, maar er zijn wel veel fondsen die het financieren, is een Nederlandse organisatie die smokkelt Bijbels China in. En die weigert mee te doen aan de transparantieprijs, dat snap ik ook helemaal. Je kunt, ja. Maar dan zeg ik, we hebben er vorig jaar 45.000 gesmokkeld, dat moet je als donateur gewoon geloven. En by the way, de donateurs die dat financieren, geloven dat ook, dat is weer wat anders. Maar dat is een hele fascinerende. Ja, dat is een typisch soort business. Ja. Ja. Ja, dan vertelt hij hele spannende verhalen van, nou, we hebben dat gedaan met de boot, verder vertel ik niks hoor. Dat is heel mooi. Maar het is toch wel briljant, dat je echt zo verstopt onder een doos van bananen, een appeltje zeg maar. Ja, en de mensen vragen niet om impact, geloven gewoon dat het impact heeft. Iedere bijbel die aankomt in China zijn effect zal hebben. Ja, dat is hun goed recht. Dus ze geven mijn geld niet uit. Dus ja, het is hun goed recht om dat te vinden. Dat is spannend. Nou, dat soort dingen zitten er heel erg onder. Ja. Nou, welke zou het nog gemist hebben van Panda? Statistische getallen versus... We gaan het uitzoeken. We gaan het uitzoeken. Ja, dat is wel handig om te weten. Ja. Dus dan zorgen dat jullie, er is een Nederlandse versie van, die staat in het boekje dat op 19 juni komt. Ja. Kijk, dat is goed. Een collega economiehoogleraar die vraagt van, gaan mensen nou voor, zeg maar, een individuele slachtoffer? Of voor, wat hij noemt, een statistisch slachtoffer? Je met 100 euro, met 10 euro kun je 1 kind redden en met 100 euro kun je 1000 kinderen redden. Wat ga je doen? En veel mensen kiezen voor het ene kind. Ja. En zo'n interessante vraag die je nu stelt is van, doen professionele beslissers over wat ga je doen? Vermogensfondsen. Kiezen die anders? Ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat zou best eens kunnen dat veel vermogensfondsen op dezelfde emotionele manier reageren. Dit is een mooi foto van 1 kind en ik heb 1 kind gered. En met zoveel gaan de inentingen doen en red ik er al 100, maar jeepie, dat is allemaal lastig en snel rekenen kunnen we niet altijd enzovoorts. Spannende vraag. Dat kan het fonds natuurlijk ook leuk zijn om te profileren met al die duizenden kinderen die daar gered hebben, al die zeehonden die daar de zee gegooid hebben. Ja, dat is bijvoorbeeld een van de vragen die we nu hebben met postcode loterij. Waar toch ook wel gewoon mediagenieke projecten het beter doen, dat degene niet gefilmd kunnen worden. En dat snap ik met z'n allen, want de mechanisme van de postcode loterij is natuurlijk dat het allemaal leuk vindt, je leuke tv van kan maken, dan komt er meer binnen, et cetera. En dat is voor iedereen even leuk, want 50% van wat binnenkomt moet ze uitgeven aan goede doelen. Want het is wel een van de grootste fondsen, maar niet als vermogensfonds geworden. En de Lotto? Worden jullie gesponsord door Lotto? Die is dus voor verenigingen. Vriendenloterij is geschikt voor verenigingen. Ja. Maar dat doen. Nou ja, je kan daarmee gaan werven onder de eigen leden. Maar de eigen leden kunnen ook weer binnen familie en externe gaan werven. Wil je dan mee?
minimum, marginal. Want? Andere prioriteiten. Want het kost je weer heel veel extra aan vrijwilligerswerk. En dat vrijwilligerswerk zetten wij anders in. Dus het is continu afwegen, keuzes. Keuzes en belang en wat brengt het op. Ja, ik merk dat je dingen, heel klassieke dingen als oud papier en glas ophalen enzovoorts eigenlijk niet meer opschrijven. Wat? Levert niks meer opnemen. Er zit heel veel menskracht in. Er zit heel veel menskracht in. Ja, toch doen we een papier. Ja? Het is gewoon iedereen die komt of op door de week met zijn training of in het weekend met de wedstrijden, kon gewoon met zijn doosje, zijn tasje langs die container. Maar jullie zijn er nooit mee opgehouden. Jullie zijn het altijd blijven doen. Nee, we zijn er tijdelijk mee opgehouden geweest. Toch wel. Ja. Heeft iemand wel eens frituurvet ingezameld? Gaan we ook weer meestal herstarten. Oké, maar de Emmanuelkerk heeft elke maand 6000 kilo oud papier. Dat hebben we destijds opgezet. En één keer in de maand staan er 2 avonden een container op een bepaalde parkeerplek. Mensen komen brengen, container gaat weg en er wordt zoveel over geboekt. Ja. Laten we even heel reëel zijn. Het is een hele makkelijke, men komt toch langs de container. Okay. We hoeven er niks aan te doen, het wordt opgehaald. En levert het dan wat op? 3-4 cent is... Ja, de prijs is laag nu. Die is nogal 600 euro per jaar of zo. Maar wat ik heb voor jou, want het is, zeg maar, ons, we hebben zeg maar wel gekeken naar ons of wij. Zeg maar, we hebben best wel veel papier in pand, omdat we kantoren hebben van de partners die er boven zitten en zo. Maar dat wordt nu opgehaald door een contract van Woonstad, dus het wordt gewoon afgevoerd als bedrijfsafval. Dus dan betalen die juist voor, dus dat gaan ze het op papier aan weg kunnen brengen. Ze waren met de kerk van de hoek inderdaad in contact gegaan en die wilden het op zich wel doen. Dus, ja, alleen het enige is dan op het moment dat je het contract opzet bij de ene en de kerk stopt over een half jaar met papier ophalen, dan zaten wij met een enorm berg papier. Dus toen hebben we daar besloten dat we dat veiligheidshalve voor ons niet zo'n praktisch idee was. Dan willen we nog wel met een aanhangertje langskomen één keer per maand of zo. Okay. Ja, kijk, daar is ons al langs aan de deur. Dat gaan we regelen. Nou, heel grappig. Nu komt papier ter sprake, maar we hebben een wij kwamen eigenlijk in een te laag hoeveelheid terecht, waardoor een van de grote jongens in Rotterdam ermee stopte. Die deed het niet meer, bracht niet genoeg op. Dus waarschijnlijk voor hun economisch niet interessant om die vrachtwagen te laten rijden. Maar toen de tijd kregen wij ook via de bezorgdiensten, kregen wij gewoon de geplastificeerde bundels, wat op een of andere manier overbleef. Niet wat de kinderen of wat de jeugd dumpte. Of wat langs de straten te vinden was, maar gewoon de partijen over. Maar we moesten het wel even ophalen met de aanhanger. Nou, zo. Dat was dan wel weer met vrijwilligers te regelen, met 2 of 3. Wat het mooie van het verhaal is dat er zijn een paar van die hele logische traditionele bronnen. Dat als je die eenmaal hebt, of motor hebt die je eigenlijk niet moet verwaarlozen, dan brengt het niet zo heel erg veel op. Maar als eenmaal het systeem draait. UNICEF is al jarenlang van zijn eigen. Het publiceren, we moeten de publiciteit opzoeken, regelmatig een stukje in de krant schrijven. Ja, dan moet je mensen wel. Maar het is iets wat mensen heel logisch vinden, ook logisch om aan te werken en wat nog heel diep zit in een aantal dingen. Zoals bijvoorbeeld ook UNICEF, het is nu wat minder met de opkomst van de euro, steeds minder, maar op Schiphol staan van die bakken van UNICEF. UNICEF heeft al een tijd lang geroepen, die vrijwilligers, we willen van af. Maar ze realiseerden ook dat daar een paar vrijwilligers rondliepen. En die van vreselijk veel geld ophaalden. Met eigenlijk helemaal geen werk. Zonnebloem heeft jarenlang zo'n schatkist gehad op de boot. Dan kwamen we terug in Duitsland. En dan dumpten al die mensen hun klein geld. De markt erin. Bij Albert Heijn leef je een flesje, daarna staat een bak onder de toerbon. Dat moet een geldman zijn. Nee, het is allemaal van die hele kleine logische dingen wat enig nodig hebt. Want je gaat niet voor dat kwartje, ga je niet naar de kassa, dat stopt je niet. Ja. Dus dat is er eentje. Wat ook interessant is zeg maar de zekerheid ervan. Nou, ik heb een scoutclub waar we elkaar indirect van kennen. Daar kwamen mensen met het idee van, we gingen verbouwen. En ze wilden koken met sterren nadoen, als een soort fondswerver. Maar dan moet je dus voor 600-700 euro eten gaan inkopen en die ouders, je weet niet zeker of je overhoudt. En dat was dan een van de medewerkers van Fortis, die stond toen nog, liep daar rond. Ik wist, als hij dat juiste formuliertje invulde en aangaf dat hij meedeed met het organiseren, dan betaalde Fortis de kosten. Het grappige is, op het moment dat die 600 euro vrij kwam, kwam de hele energie vrij in de club om eten te gaan koken voor de ouders. Want dan weet je zeker
dat je overhoudt. Dat is niet eens meer een discussie, hoeveel gaan we overhouden? Daarvoor was de grote vraag, waar gaan we überhaupt nog overhouden? Hier moesten we hier aan beginnen. Die was zeker heel verdampt. Hoeveel gaan we overhouden? Omdat je zeker weet, we doen een leuke avond. En je houdt over. Dat is heel grappig. Dat is helemaal los van efficiëntie enzovoort. Dat zijn spannende vragen als het gaat om je fondsenwerving. Dat misschien sommige dingen die je goed kan controleren zelf, behapbaar zijn en zeker zijn, zo'n papierbak, als het eenmaal draait. Moet zo'n brief sturen naar een fonds, is altijd een zeker risico kan afgewezen worden. Als de papierbak eenmaal staat en het draait, ja, dan gaat het wel door. Je moet de weg weten. Je moet de weg weten, ja. En dat is veel publiceren. Voor een jaar of 12, 13 terug betaalde gemeentes nog dat oud papier mee, omdat het hun afval bespaart. Hè? Ja. Dus dat is echt heel wat meer geld. Dan dreigt de gemeente ergens om een speeltuin minder te gaan financieren. Die zal tegenover de gemeente hebben we bij wijze van spel de wethouder gezegd, maar dan komen we toch iedere week met z'n allen de gemeentegaststuk ophalen. Dat is veel hoor. Ja, ja, ja. En dan brengen jullie de overkant naar de papierbak van de speeltuinvereniging. En ja, we hebben een hoop mensen, dus dat kan heel gezellig worden. Dat is wat ik geen leuk dreigement, maar de subsidies nog 2 jaar verleken was. Ja, doelgeslagen. De laatste is natuurlijk wel heel spannend. Dus je hebt dit. De eerste is dus iemand die gewoon iets van je krijgt. Die tweede die geeft je gewoon iets. Die heeft niet echt iets van je moet daar iets specifieks voor terug doen. Ja, dankjewel zeggen. En iedere dag beleefd goed of zoiets. Maar die derde die heeft echt wel een duidelijk doel met wat u gaat doen met het geld. Op zich is dat geen probleem, maar je loopt wel het risico om zoals ze in het Nederlands te zeggen van verleieren. Ik ken het woord niet. Oké, verleieren is wat een zeilschip overkomt omdat het water aan de zijkant duwt. Het Engelse term is mission drift. Dus je gaat die kant op, maar als je om de zoveel tijd stevig is aan je zeilen gaat hangen of je roer gaat hangen, dan ga je heel langzaam naar links. Of naar rechts, het ligt aan waar het water vandaan komt. Dat is wel heel spannend, want je merkt het. Ja. Ja. Ik moest wel even checken hoe je, of ik met lange ei van de korte ei schreef. Ik ken het woord wel, maar ik dacht voordat ik het ga schrijven moet ik even nog. Dus ik heb het opgezocht. Ja. Ik ken het woord niet, maar nu het zegt. Maar ja, ik had eerst mission drift staan, maar ja, dat was ook Engels. Maar het betekent dus wel hetzelfde dat je dus een soort missie hebt. En dan plotseling krijg je geld van anderen en dan heel langzaam dan verandert je koers. Nee, dan ben je. In het begin zijn jullie een weekbus en later word je steeds meer, omdat het geld komt, word je een taxibedrijf en dan ga je niet meer als weekbus functioneren, maar dan worden het steeds meer taxiritjes en voordat je het weet ben je de dat soort dingen. Nou, ik zie het wel bij een aantal van die weekbussen in de stad, die bijvoorbeeld steeds meer ingezet worden voor goedsvervoer. Wel dezelfde doelgroep, ja. Maar die moeten naar allemaal externe locaties gebracht worden. Voor dagbestedingen en weet ik dat niet allemaal. En gewoon een klant, die kan de helft van de tijd geen wijkbus krijgen. Ja, maar ik spreek u echt tegen. Ik spreek stad, echt tegen. Dit gebeurt in heel Rotterdam. Alleen indien de vaste klanten er geen last van maken. Nou, ik heb voortdurend ruzie met de wijkbus in het centrum. Want die doen het wel. Dat kan. Ik ben secretaris van de Federatie van Wijkbussen. Ja. En daar is Centrum toevallig geen lid van. Okay. Ja. Maar we hebben toevallig gisteren weer vergaderd en nadrukkelijk met elkaar de strategie afgesproken. Beroepsvervoer is beroepsvervoer. Wij zijn voor tante Annie en voor tante Truus. En als er ruimte is, willen we het ook anderen doen. Alleen als er ruimte is. Maar Centrum is geen lid van de federatie, dus dat zou kunnen. Maar Kralingen-Kruiswijk wel, want daar valt Sander Centrum niet buiten. Die zijn van de federatie. Vandaar. Oh, dan ga ik me daar eens over beklagen dat ze dus lid van jullie federatie moeten zijn. Dan kunnen ze misschien een beetje. Waarom zou ik dat zeggen, weet ik niet. Maar misschien dat ze daar hun statuten veranderd hebben. Dat zou kunnen. Dat is een zeer zich nadrukkelijk van mezelf. Okay. Maar Charles is lid, IJsselmonde is lid, Pernis is lid, Alexander is lid, Overzee is lid, Hilversberg is lid. Ja? En die strategie is toevallig gisteren weer eens nadrukkelijk besproken. Ja. Maar goed, dan blijf ik toch gelijk hebben. Wij noemen dat burenhulp. Wat dat het kennelijk kan. Nou ja, weet je, ik vind dat heel schokkend. Dat vind ik nou wel verleieren. Ja, dat is verleieren. Dan zeg ik, waar wordt er nou subsidie voor gegeven? Dat is, weet je wel, uiteindelijk moeten de mensen op maat gaan zitten wachten. Ja, maar dat is opgekomen omdat de Rijksoverheid dus de vervoerskosten voor dit soort mensen gehalveerd heeft. Ja. En toen dachten de slimme jongens, waaronder de RMC,
die daar de leidingen had. Wij gaan die wijkbussen even accepteren. Nou, we hebben gisteren onder andere het gesprek gehad met de directeur van de RMT. Ja? Hoe het in zijn hoofd haalt om ons te misbruiken. Ja? Ja. Dat is een heel typisch voorbeeld. Dan zie je dus dat zeg maar allerlei dingen met elkaar verbonden worden. Met name subsidiegever wil gewoon meerdere panden punt in een kruisje kunnen zetten. Dat je een aantal doelen heeft bereikt. En ineens vind je jezelf een heel ander soort business. Ja, dat kan soms wel nodig zijn. Hoor. Ik bedoel... Maar jammer dat ik gisteren het woord van Rijen. Dat is een mooie geweest. Ja, ja, en zo zwaar academisch is niet. Een mooi oud Nederlands woord zeggen we recht over. Maar goed. Dat is een leuke discussie die we een paar jaar geleden met Humanitas hadden. Hij komt van Bekkers in Breda. Die had over van, nou, we gaan eens praten van missiedrift is één ding, hè, dus verleiden. Maar de andere is van dat je misschien wel eens af en toe ook constateert dat wat je doet niet meer van deze tijd is. Om een aantal redenen. En zijn verhaal gaat over tafeltje dekje diensten. Hij zegt van tafeltje dekje, dus dat je bij mensen thuis eten kon brengen. Was interessant. Toen mensen geen pizzacorins waren, magnetron niet functioneerde en meer van dat soort dingen. Maar nu eigenlijk, met vrijwilligers gesubsidieerd ergens nog eten afleveren, is niet zo heel erg noodzakelijk. Hoe krijg je daar nog donateurs voor? Nou, spannende. Maar dan ga je namelijk je afvragen van, klopt dat? En dan ga je afvragen, tafeltje dek je organisaties die bestaan nog, er zijn er heel veel. Maar die zijn vaak iets anders gaan doen. Ze zijn bijvoorbeeld in de eenzaamheidsbestrijding gaan zitten. Of in de armoedebestrijding. Nee, het is niet meer eten bij iedereen brengen. Zo het oude verhaal van de vrouw overlijdt, moet zorgen dat die man eten krijgt. Nee, dan moet die man ook duidelijk eenzaam zijn en niet meer naar buiten komen. Of zo min vermogen dat hij geen magnetronmaaltijden kan kopen of meer van dat soort dingen. Of het wordt een soort thuiszorg, gaan kijken of hij zijn medicijnen wel slikt. Etcetera, etcetera. Herkenbaar of? Nee. Nee? Je gaf aan, je kent een aantal tafeltje dek je organisaties waarschijnlijk? Nou ja, ik ken een bewonersorganisatie in Leeuwarden in Heegterp Schieringen die er juist net mee begonnen is. Ja. En die daar samenwerken met een Friese organisatie. En zij hebben een deal dat zij juist in de wijk de maaltijden verspreiden. En ze zijn vrij snel, het is klein begonnen, het is nu heel snel aan het groeien. Het is niet voor een specifieke doelgroep. Voor de mensen die er gewoon in de breedte die er gebruik van kunnen maken. Maar het groeit vrij snel. Maar wie betaalt? Ja. De afnemers zelf. Ja, dan ben je gewoon appie. Ja, nee, ja. In dit geval gaat het, je gaat dus een donateur benaderen. Zo van, wij doen iets. En die donateurs zeggen, nou weet je wat, dan betaal ze zelf maar voor. Eet met drie pizzacourier, hup, thuisbezorg.nl. Ja, waarom gaat u daar aan mee betalen? Ja. Nou, bijvoorbeeld omdat het hele eenzame mensen zijn. En dan moet je niet vertellen, ja, dat staat op eten, dan moet je zeggen, nee. En onze chauffeurs, in plaats van dat die 10 klanten per uur helpen, helpen die 2 per uur, moeten ze blijven lekker even nakletsen enzovoorts. Precies. Ja. Ah, ja, en dat kost extra geld, ja, dus daarom. Dus de mensen betalen evenveel alsof ze gewoon krijgen, maar ze betalen extra, of u betaalt extra eigenlijk. Zodat ze een praatje hebben. Zodat ze een praatje kunnen maken. Of, nee, iedereen die daar zit, zit echt gewoon, het is bijna een voedselbank, we komen voedselpakketten ongeveer thuis brengen wel. Of, dat is een spannende. En dan zie je dus een verleieren die meer een soort echte keuze is van ja, wacht even, noem het even. Dit is de oude business, is het gewoon niet meer. Ik heb een spannende voorbeeld van jullie, het geldt niet om jullie, maar wel om, als we voorspellingen doen, nog steeds wordt die gedaan voor hoeveel mantelzorg we nodig hebben. Dan zitten er vaak foutjes in het voorspelmodel. In het denken van mensen namelijk dat, is dat de mantelzorger vooral ook taxichauffeur is. Het kost heel veel uren. Want de oude klassieke mantelzorg, een jaar of 20 terug, was vooral je moeder, die geen rijbewijs had, van A naar B brengen. Maar dat is echt wel aan het verdampen. Of je vader, die staar had. Maar allemaal niet meer het grote probleem. Dat is spannend. Dus dat betekent in die rekenmodellen ook gewoon dat niet meer de mantelzorg is. Maar de mantelzorg is heel anders is geworden. Dat is ook een spannende vraag. Op een gegeven moment kun je ontdekken dat je dus, nou ja... Ja, je missie is echt wel gewoon, was leuk, maar past niet meer bij, bij nu. Gewoon dat je door de technologie ingehaald bent of wat dan ook, of door de wereld. Ik ken niet echt veel andere voorbeelden dan tafeltje, ja, we weten ook een mooie bond voor dieren. Die van bond met een T naar bond met een D is vooral in zijn naam. En op een gegeven moment de strijd tegen bond in jassen
gewonnen was. Ja, ja. Er zich afvroeg van, moeten we nou stoppen? Ja. Ja, ja. Of gaan we nou verder? Toen vonden ze het zonde om te stoppen. Ze hebben de naam veranderd. Heel subtiel. Ja. Alleen taalkundig. Alleen maar taalkundig, ja. Maar... Dat kan ik toch wel waarderen als je zeg maar zo flexibel van mind bent. Dat je op een gegeven moment gewoon zegt, ja, we gaan gewoon mee met de flow. We maken er iets anders van. Ja, ja, maar het is wel anders als je meegaat met flow, met maatschappelijke trends. Dan dat je meegaat met wat iemand wil financieren. Ja. Het A wil financieren, maar niet wat jij wil financieren. Ja, ja, ja. En dat is anders verleieren, zeg maar. Ja. We hebben natuurlijk ook zoiets gehad. Wij reden geen rolstoelen. Mm-hmm. En er werd in het bestuur gesproken van, ja, er zijn toch wel het aantal rolstoelen dat stijgt. Zouden we nu in een rolstoelbus gaan beginnen? Toen hebben we contact gezocht met een zorginstelling, de Burgt. En gekeken of zij hadden dus wel rolstoelen en wij niet. En dat is dus namelijk een bus kopen. En dus, alleen voor wij de chauffeurs. En, nou, de Burgt zei van, ik koop die bus wel. En dan kunnen wij gebruik maken van de bus als wij rolstoelgebruikers zouden hebben. Nou, het bleek zo te zijn dat die rolstoelbus bij de Burgt is dermate in gebruik. Wij komen helemaal niet van de rolstoel toe. Maar zij hebben natuurlijk wel de rolstoelbus nu. En zijn hartstikke blij mee. Ze worden wel zo nu en dan chauffeurs van ons. Ja. Oh ja? Oh. Ja, als zij een chauffeur tekort komen, dan doen ze een beroep op een wijkbuschauffeur, wil je heen. En een paar van ons hebben dus een cursus gevolgd om met die bussen om te gaan, want dat vastzet en zo. Ja, ja. Ik heb daarvoor bedankt, maar ik vond het daar niet meer jong genoeg voor. Dat is spannend, maar het is gewoon. Maar wij dachten iets goed te doen. En, het is toch een beetje vrij. Het is wel goed gegaan, maar niet voor ons. Is het bij ons toch al. Ik werk 13 jaar bij de bus. Toen ik er pas kwam, er werd er wel eens met één busje met een paar mensen naar Scheveningen gereden op een middagje. Maar dat is nu uitgegroeid dat we in de zomermaanden op zaterdag met 6 bussen met een recreatielift gaan maken. Ja, is mooi. En in de winter gaan we 3 keer op een zaterdag naar de kerstmarkt in Zoetermeer. Alle busjes zijn nutvol. Betalen ze daar 90 cent voor? Nee. Ze maken voor een recreatierit 14 euro. En dat is inclusief koffie maar gebak. Dit is mooi, want er is een mooi artikel dat gaat over de redenen van Mission Lift. En eentje ervan is dus, en dat is dus waar NonPost op een gegeven moment commerciële activiteiten gaan doen. En je risico is van die commerciële activiteiten, zeg maar, te veel tijd gaan vergen of wat dan ook, of overnemen van. Ja, dus het is een vraag, je hebt nu bussen dan op andere plaatsen ingezet. Je kan niet op dat moment mensen heen en weer rijden naar iets anders. Nou is druk waarschijnlijk een stuk minder, want die ziekenhuizen en al die andere dingen, dat is allemaal minder. Zaterdag. Die zaterdag is vrij, die busjes staan er toch. Oké, want jullie hebben gewoon geen ritme op zaterdag. Nee. Andere ritme. Maar bij de wijkbus in het centrum is dat dus misgegaan. Ja. Is dus echt gewoon de commerciële activiteiten hebben de non-profit activiteiten, als het ware. Nou ja, ja, niet helemaal natuurlijk. Ze rijden heus wel gewoon nog maar als het hun uitkomt. Mm. Weet je, het is wel echt onbedraaid. En er werd nog wel gezegd, zo van ja, nee, maar als mensen naar een ziekenhuis moeten, want dat is vaak het meest ingewikkelde, weet je wel, ben ze altijd voorrang. Nou, gaat geen week voorbij of ik hang weer aan de telefoon dat een van de bewoners zo van, die wijkbus die wil me niet rijden, want ze zijn al bezet. Ja. Hoe kan dat nou, weet je wel? Een ander klassiek voorbeeld is schuldhulpverlening, waar ze steeds meer zijn gaan denken, het gesprek moet in 5 keer kunnen of in 6 keer of wat dan ook. Dus als je binnenkomt met een schoenendoos met bonnetjes, ja, dan moet je eerst dat maar oplossen. Want ja, dat doet een kerkvrijwilligers enzovoort, die worden omschreven als heel erg inefficiënt. Dat is een heel mooi voorbeeld, maar je ziet dus dat langzamerhand die missies verschuiven. Alleen. Zal dan. Dat een mooie zijn, die ga ik nooit meer vergeten. Van Als ik iets geleerd heb vanavond, is het. Echt gelukkig! Ik ben blij dat we gewoon. Nou, dank je. De reiking van mijn woorden straks. Verloeden, ja, zo kun je het wel. Ja. In hetzelfde rijtje. We hebben op een andere manier uitgeschreven, we hebben gewoon allerlei verschillende definities, komen de volgende keer op terug. Maar ik stel voor dat we nu eens even gaan vragen. Wat wij heel graag van jullie willen, deze zaak op de slide, zodat een beetje de samenvatting van. Evenementen begint echt wel de big business te worden. Als financiering voor, of de nieuwe financiering voor allerlei non-profits. Ook in Groot-Rotterdam, hier bij de Europa-run is echt wel enorm uit de hand gelopen, om het even zo te zeggen.
Heel groot geworden. Überhaupt alles met fietsen en lopen en fitness. En met z'n allen. En met z'n allen. Ja. En het gaat dus helemaal niet om de doelen enzovoort. Het gaat echt om met z'n allen. Dus dat is een van de verklaringen waarom vrijwilligerswerk in de CBS-getallen nu van zo'n 42% of 50% van de Nederlanders is gegaan. Is dat met z'n allen die berg op fietsen, dat voor- en dat na-traject, als collecteren vrijwilligerswerk is, dan is het voor- en na-traject van die berg op fietsen, van het geld ophalen, of van de Europa-run is ook gewoon vrijwilligerswerk. Hoe praat met je buurman over doneren is hetzelfde als met de collectebus langslopen. En dat is echt booming business. Het is wel een spannende uit financieringsoogpunt, is de vraag van, wat is nou de kosten van die fondsenwerving? Daar kom je dus niet uit. Dan moet je zeggen van, Europa-run claimt dat hun kosten heel laag zijn, want het zijn de kosten namelijk van het bureau dat het organiseert. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar al die teams, die hebben auto's, die maken kosten en weet ik veel wat. En een team maakt misschien wel 15.000 euro kosten. Als ze het zelf zouden moeten betalen om 500 euro voor de Europa-run op te halen. Maar Europa-run zegt van, nee hoor, 500 euro is onder kosten. Dat is een interessante vraag, kom je niet uit. Het is een beetje hetzelfde als je koopt bonnetjes bij de Spar. Of bij de Albert Heijn. En je maakt 2 euro winst. Hoeveel procent heb je nou winst gemaakt op die 4 euro die je voor de bonnetjes hebt betaald? Ja, dat is deel. Ja, weet je. Of moet je naar kijken hoeveel je ook ervoor moet kopen? Ja. Hetzelfde soort discussie. Maar het is wel spannend, want aan de ene kant maken we ongelooflijk veel kosten in die event voor die evenementenfondswerving. Maar voor jou als club kan het wel eens waanzinnig interessant zijn. De vraag is voor wie zijn die kosten inderdaad? Is het door het team opgebracht of gesponsord of wie dan ook, dan is dat niet relevant voor de organisatie. Daarom. Maar nu gaan we een stapje verder. Er zijn nu bedrijven die bieden aan dat ze voor jou via sms fondsen gaan werven. En dan betaal jij 1 euro en dan gaat 80 cent naar een bedrijf en 20 cent gaat naar jij als donateur betaalt 1 euro. 80 cent gaat naar de sms provider op 75 cent en 25 cent gaat naar. En hoe neem je dan weer je boeken? Dat je voor eigenlijk geen kosten 50 cent hebt gekregen. Wat heel goed is als je CBF cursus hebt, dan kan je niet begrijpen wat ik bedoel. Maar je donateurs die denken ik heb 1 euro gegeven. Wauw, als die uitvinden dat van die euro 75 cent blijft hangen en dat jij niet eens vertelt dat die 75 cent betaalt omdat jij ze als een kwartje opneemt in je boeken. Nou, dat zou wel zo'n leuk schandaaltje kunnen zijn overal in Texas. Ja, ik merk ook bij de, tenminste, dat ik zeg bij andere sites, voor mij is dat NLG-actie volgens mij wat. En daarbij was het inderdaad van iedere euro die erin ging van 50 cent naar het Oranje Fonds en 50 cent naar het doel waarvoor je het ophaalt, zeg maar. Ja, dat heeft, zeg maar, het was ook, het gaat om relatief kleine bedragen die er wel 100 euro nodig of zo. Maar dan merk je inderdaad dat de donateurs van zo'n kleine organisatie zijn mensen om je heen die het beste met de organisatie voorgaan, maar die willen eigenlijk geen 50 cent aan zo'n groot iets geven wat achteraan het werkt. Dus die gaven, die hebben gewoon contante toezeggingen gedaan en via andere wegen uiteindelijk dat geld gedoneerd. Ja. Dat werkt dus helemaal zo, maar het is hetzelfde als Jantje Beton en sportverenigingen en scoutings enzovoort. Het is allemaal hier hetzelfde soort iets. Het is spannend. Toen ik mijn dissertatie schreef, een van de 3 cases was de zonnebloem. En bij de zonnebloem kon je toen loten verkopen, 2,50. En er was 1 gulden was voor, dat is 97, hè. 1 gulden was voor de lokale afdeling en 1 gulden was voor prijzengeld en 50 cent was voor landelijk. En ze hadden iemand die verkocht ieder jaar voor meer dan 12.000 gulden aan loten. Ik probeer me voor te stellen wat dat voor terreur voor iedere verjaardag die man moest zijn. Ja. Gewoon, dan moet de hele wijk denken, die wil ik niet tegenkomen op straat als het zonder mijn lote tijd is. Goed, ik heb af en toe van die andere gedachten, maar ik zeg, die wil ik niet tegenkomen. Nee. Als je zoiets bij een vereniging hebt, die betaalt als je een lote verkoopt, dan moet je er echt wel denken van, nou, dat kan niet. Dat is echt wat je wil. Nee, ja. Ik dacht overigens, we hebben daar naar gekeken, waarschijnlijk heeft hij dat geregeld door inderdaad overal en nergens bij andere verenigingen die loten neer te leggen en te zeggen van wij delen die 50 cent. Dat een kwartje voor mijn zonneafdeling en een kwartje voor jouw sportvereniging. En zo op die manier anderen, want anders is het gewoon onmogelijk. Maar ben je wel in ieder geval goed economisch aan het denken. Nou, in je eigen bedrijfje. Ja, dat is het model wat ermee draait. Weet je, we hebben deze opgeschreven, maar we doen alleen de eerste. Volgende, Tess? Ja. Wat we heel graag willen is dat u straks met z'n allen gewoon ergens door zo'n week eens een keer wat heen en weer belt of schrijft. En maar eens opschrijft,
Gewoon, het hoeft niet in dit verhaal, maar we kunnen wel naar jullie. Hebben ze allemaal iemand? Ja. Ik geef hem gewoon zo. Wacht, ook niet. Wat, als je nou naar die dingen kijkt, die er staan, de verschillende vormen, wat is nou je financiering op dit moment? Ja, en wat speelt er nou een beetje in? Wat zijn nou, hè, dus kijk gewoon naar het budget van dit jaar en hoe is de verdeling over die bronnen? Percentagegewijs, als je nog een stapje verder wil, misschien ook wel gewoon van wat is het risico erin, hoe belangrijk was het vorig jaar, hoe is de verandering, maar dat hoeft op zich allemaal niet ingewikkeld maken. Het is maar gewoon eens uit te vogelen hoe die verschillende dingen zitten. En dan de vraag is een beetje van, ja, waarom krijgt u deze financiering eigenlijk? En gedeeltelijk al, ze hebben op papier, we doen het al jarenlang, dat is heel makkelijk. Dat zijn een paar van die bronnen die gewoon heel makkelijk zijn. Zijn misschien niet de relevantste, maar wel makkelijk. Maar een ander noemen, die scoutingclub die wij beiden kennen. Na ieder jaar gaan ze de tent van de tennisvereniging afbreken. De tennisvereniging heeft even geen zin om het zelf te doen, die tennis in de tent iets. En ieder jaar begint het eerst van, nou, we hebben eigenlijk niet veel zin in, wie gaat het doen? En dan heel langzaam, dat is wel mooi, dan zie je dus, er zijn een paar speltakken en ieder speltak die meedoet, krijgt dan een gedeelte uit wat ze ervoor betaald krijgen. En dat is 600-700 euro was de laatste keer dat we zoveel jaar geleden hadden. En dus, als je daar 1,50 krijgt, is het relevant veel van je kamp. Dus als de eerste ja zegt, dan zie je de rest ook ja zeggen. Ja. Want de gedachte dat zij niks krijgen voor het kamp, is echt gewoon geweldig. Maar eerst die ze allemaal gewoon elkaar aankijken, is echt heel mooi. Weet je, dat is de zekerheid van het geld. Dat je een dag met z'n allen keihard werkt en dan 600 euro verdient. Tegelijkertijd dat ze allemaal een dag gewoon werk zouden inleveren. Dat is een andere vraag die in jouw soort onderzoek niet voor jou vragen, maar wel in zit van, hoe komt het toch dat een bende advocaten, die allemaal 200-300 euro per uur mogen declareren, 8 uur ergens een tuin gelopen opknappen? In plaats van dat ze allemaal een dag werken financieren, dan zou je de tuin voor kunnen opknappen en nog heel veel dingen kunnen kopen. Ja, dat komt omdat het anders functioneert. Nou ja, dat zijn de vragen van Boef. Schrijf gewoon eens uit van, wat is nou het nadeel van deze financiering? Het nadeel kan zijn dat je gewoon er heel veel moeite voor moet doen. Of dat het eigenlijk heel weinig geld is. Of juist omdat het, ja, nou het gebeurt en dat is precies helemaal niet het nadeel. Of dat het heel kwetsbaar is. Bijvoorbeeld deelgemeentefinanciering, als de deelgemeente weggaat, ja, dan kun je wel heel goede vrienden hebben met de deelgemeente, maar het stopt gewoon. Ja. Punt. En dat zie je aankomen, gelukkig met de deelgemeente stopt niet in één keer, maar als je bedrijffinanciering hebt, ja, economische crisis. En het vervelende is, alles met economische crisis te maken heeft, ben je in één keer gewoon, ja, dus dat zie je bij zwaar gesponsorde allerlei kunstdingen, dan valt de bezoekers tegen, de bedrijven doen het niet meer, de horeca-inkomsten gaan naar beneden, want alles hangt eigenlijk samen met dat de economie booming is. Mooi innovatief zijn, hè? En de laatste is een beetje van, wat is eigenlijk het voordeel van die financiering? Misschien het voordeel van die krantending is, ja, we doen het al zo lang. En iedereen weet het en eigenlijk is het een managementtijd, is het verwaarloosbaar. Je moet niet aan denken dat die ene vaste vrijwilliger die het altijd keurig regelt, dat die ermee stopt. Maar ja, dan zie je ook weer een nieuwe. En misschien, nou, dat kan wel zijn dat het ook wel eens een beperking kent. Het was een jaar terug. Toen was er in allerlei speeltuinen, speelde het Deltaplan speeltuinen. Speeltuinen werden allemaal afgekeurd vanwege Europese regelingen. En ik kreeg de opdracht van de NUSO om zo fors aan de speeltuin langs te gaan hoe dat nou ging. Het was in Zwolle gewoon echt. Twee dingen waren erg leuk uit het onderzoek. Eén, ik ben in geen tijden zoveel mensen met slechte gebitten tegengekomen. Speeltuinen staan echt in bepaalde wijken, bepaalde dingen en weet ik wat. Checkie draaien in een slechte gebitten, dat is echt blijven hangen. Zet ik iets uit de omgeving hier vandaan, komen, maar dat wordt in ieder geval niet groot. Als er groot wordt, zeker geen check die je draait. En de tweede was in Zwolle, was hij heel weg. Gewoon weg. Dat was platgegooid, want dat was verboden. En de heren hadden besloten, ze gingen papier ophalen om die speeltuin te financieren. 3 ton of zoiets dergelijks. Ja, waarom papier ophalen? Mensen dat konden. Ja, brieven schrijven, dat was ingewikkeld. Daar gingen ze niet aan beginnen. Maar papier ophalen, dat kunnen we, meneer Wijs. Nou, ik weet niet of het ze gelukt is, maar... We zijn nog steeds bezig. Ik denk het wel, ja. Maar het grote voordeel natuurlijk inderdaad terecht, dat kunnen we. Ja, een grote kans dat het nog gelukt is ook. Ja, ik denk dat het net iets te veel geld was, maar dat ze er heel dicht in de buurt zijn gekomen. En dat met een beetje geluk hebben ze iemand tegengekomen die heeft gedacht, dat vind ik zo leuk. Ik ga ze helpen en het geld verdubbelen of ze helpen naar de gemeente toe gaan. Dat sluit ik helemaal niet uit. Maar met het papier zelf... Denk ik dat het net iets te groot was. En dan heb je als voorbeeld van dat kunnen we. Dat is heel grijpbaar, maar het nadeel is ook een beetje, het heeft ook zijn grenzen.
Je kan het... Het duurt lang voordat je er bent enzovoorts. Ja. Ja, maar het is altijd wel leuk om te verlangen naar iets en er hard naar te werken om dat daadwerkelijk te hebben. Dus in die zin, zeg maar. Ja, het gaat meer om de reis dan om het doel. Penningmeester staat is wel echt van te komen. Nou ja, het is. Dat is een mooi verhaal van jouw broer gewoon. En je kan wel voortdurend zeggen: we gaan die brieven schrijven, maar als niemand dat durft, gaat het natuurlijk ook niet gebeuren. Dus ze hadden hier wel iets gevonden wat ze in ieder geval konden gaan doen. En waar ze morgen gewoon aan de slag konden. Ja. En ze waren grenzeloos optimistisch op dat punt. Ze waren ook grenzeloos optimistisch dat de wethouder gezegd die ze ging helpen. Maar dat had hij al 3 jaar geleden gezegd. Ja. Dat was ook wel een beetje. Naïef, zullen we daar houden. Hey, van jullie kant nog dingen. We zien elkaar even volgende week weer. Maak het niet boem. Is geen huiswerk of zo, maar bespreek gewoon met elkaar dit soort dingen en wat je hier hebt. En praat eens over doof. Wat betekent dat nou voor hoe we tegen onze financiering aankijken? Ja. Wat is de verhouding tussen die? Ik wil even iets aanvullen als het mag. Ja, tuurlijk. We vragen jullie e-mailadressen eventjes, zodat we even een mail kunnen sturen met nou, wat hebben we vandaag besproken, wat gaan we volgende keer doen. Nog even toelichting op eigenlijk de vraag van de financiële situatie van nu. Dat het nog allemaal eventjes even herhaald wordt en dat het duidelijk is wat we ook de volgende keer gaan doen. En dat we ook met dat input van jullie dan aan het werk kunnen. Persoonlijk, als je het tabelletje willen invullen, dat krijg je ook digitaal van mij. Ik zou het leuk vinden als je het kan terugsturen, zodat ik het ook van tevoren een beetje kan inzien. Mocht het niet lukken is geen probleem, spreek het gewoon volgende week en dan kijken we de volgende week gewoon naar. Maar mocht het wel lukken voor volgende week dinsdag? Ja, volgende dinsdag. Ja, dat is een moordend tempo, hè? Ja, maar ik maak het ook ontzettend leuk. Maar ja, wij zitten ook gewoon met onze banen daarnaast en een bestuur wat ook echt ontzettend druk is. Het wordt voor ons wel bijna onmogelijk om überhaupt deze informatie bij alle leden van het bestuur onder de aandacht te brengen voordat de volgende bijeenkomst is. Mm-hmm. Ja, als je hier even 1 keer over en je weer wil mailen, dan is deze week ook al gelijk weer voorbij, zeg maar. Dus het wordt echt nog wel een uitdaging voor ons om hier goed en helder mee aan de slag te gaan. Ja, dan wordt een beetje mee zaten. Wat ik een beetje mis op het formulier, is liquiditeit, solvabiliteit. Oh ja, ja. Nee, dat eerlijkheid besloten om juist om die hele financiële kant van penningmeesters gewoon vanaf te dansen. En die toe te gaan is wel belangrijk, want je moet echt gewoon, zoals bijvoorbeeld ook echt cashflow en non-profits, maar dat is echt hopeloos. Zeker als je overheidssubsidie krijgt, of fondsen die achteraf financieren, dat is echt nog heel hopeloos ingewikkelde dingen. Wel, maar ik vergelijk even weer met andere wijkmensen. En wat ik zeg, dat Alexander financieel heel sterk staat. We hebben een eigen wagenpark, lastenvrij. Ja. Anderen hebben allemaal leaseauto's met lange contracten. Ja. Ja. Dat is een groot verschil. Als die inkomsten weglopen, wegdraaien, de subsidie wegvalt, dan moeten ze die leaseauto's moeten ze van de contracten zien af te komen. Nou, misschien is wel zeg maar mijn vraag naar wat het rente op eigen vermogen wel meer die vraag van. Ja, hoe veilig bent je daarin? Ja. Wat heb je dan? Want het hebben van auto's, zelf hebben in plaats van geleased, is een terechte. Ja. Is heel interessant gewoon. We zijn veel minder kwetsbaar dan die anderen. Ja. Daar hebben we heel bewust aan gewerkt. Mm-hmm. Zijn meer van die dingen die gewoon, zeg maar, als je dieper duikt in organisaties, je verschil daar kan kijken. Bijvoorbeeld die scoutingclub, die huurt van Stichting Volkskracht historische panden of zoiets dergelijks. Dat is een heel wat fijnere huurder dan de gemeente. Wat de gemeente heeft met die plek allemaal andere doelstellingen. En komt dus ieder jaar zo weer voorbij, bij wijze van spreken van wat ga je ermee doen. Terwijl het pand van jezelf is of van zo'n soort verhuurder, die al een heel ander soort gesprek heeft. Dat is interessant onderliggende dingen, dat doen jullie ook natuurlijk wel. Met hoeveel mensen deel je sporthal, is hier van jullie, van wie is hier weer, hoe werkt dat? Gelukkig is die van een stichting, dus dat is wat jullie veilig maken, zeg maar. Ja. Word je daar maar in deze tijd zien we daar een groot winstpunt. Ja. Maar het opzetten absoluut niet. Dan was het heel moeilijk om daar draagkracht voor te vinden onder partijen, onder de interne leden. Ja. Goed, met alles wat naar kostendekkende huren toe gaat in Rotterdam, zitten jullie nu geweldig. Ja, absoluut. Klopt. Ja, dat zijn we heel veel van het zingen, dank. Daarmee zien we elkaar volgende week. Okay. Mail gerust als er nog nakomende vragen zijn. Ik geloof dat de mailadres nog ergens op die slide staat. Ja. Het is niet helemaal zeker dat we de volgende keer ook weer hier zitten, want dit is een beetje een uitwijkadres geweest. Ik ga wel proberen om te zitten, want het is wel erg gemakkelijk en men is gastvrij bij MDA.
Dus als u niks hoort, dan is dat gewoon hier. Ik maak een kopietje van het e-maillijstje en als het ergens anders is, dan laat ik dat nog even weten. Moet ik weer gaan zoeken? Misschien dat ik weer moet gaan zoeken, je weet het niet. Ja, elke keer op. Ja, ervaren is je beter dan Lonneke kunnen mailen dan erbij. Dank je wel. Dat weet je dan anders subtiel te zeggen. Ja, ik ben een klein busje. Mensen samen fietsen. Mooi, nou dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Ik dacht dat ik wist. Ik hoop dat, dat het verhaal van Lucas dat ook wat inspiratie oplevert om aan de gang te gaan. Ik ben heel benieuwd naar de volgende sessie. Met name het concreet worden. Dat zal een hele leuke worden.